Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Goedemorgen iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Teuben. Goedemorgen, meneer Teuben. Goedemorgen. Ik heet u welkom namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Onze commissie doet onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel van woningcoöperaties. Ook naar eventuele incidenten die daar plaatsvonden. En we onderzoeken daarbij wat er is gebeurd, hoe dat kon gebeuren en ook wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Vandaag vervolgen wij onze openbare verhoren met de casus Rontree uit Deventer. Aan het einde van de dag beginnen we ook met Vestia. Dat zal dan de rest van de week in beslag nemen. U zelf wordt hier gehoord als getuige, meneer Teuben. Dit verhoor vindt plaats onder ede. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Ik verzoek u te gaan staan. Ja. En mij na te zeggen. Dat beloof ik. Dat beloof. U staat onder ede. Gaat u zitten, meneer Teuben. Ik verzoek u de microfoon vooral aan te laten staan. Uiteraard. En ik stel voor dat wij meteen beginnen met het openbaar verhoor. Het woord is aan collega Hashi. Goedemorgen, meneer Teuben. U bent 6 jaar directeur-bestuurder geweest bij Rontree van 2003 tot eind 2009. Een woningcorporatie in Deventer. En Rontree stond bekend om een voortvarende wijkaanpak. Maar Rontree is ook in het nieuws gekomen door financiële problemen en risicovolle grondaankopen. Eind 2009 bent u geschorst en vervolgens ontslagen en door Rontree bestuurlijk aansprakelijk gesteld. En tijdens dit verhoor wil de commissie vragen stellen over uw periode als bestuurder. Ik gaf net al aan dat Rontree naam heeft gemaakt als corporatie die met name in de Rivierenwijk nodig heeft aangepakt. Hier is ook veel over geschreven in de media, in de krant. Maar ook ministers en Kamerleden zijn op bezoek geweest in de wijk. En wat daarbij opviel is dat Rontree ver ging in het nemen van de regierol. Dan bedoel ik mee de regierol voor de uitvoering van de wijkaanpak. En in een artikel in het NRC van 17 juni 2008 zegt u hierover, en ik citeer: wij zijn de opdrachtgever van de gemeente en voorheen was dat andersom. Einde citaat. Mijn eerste vraag is: waarom heeft Rontree de regie overgenomen van de gemeente? Dan moet ik toe gaan lichten wat de ontwikkeling van Rontree was vanaf het moment dat ik binnenkwam. Rontree heeft altijd het maatschappelijk doel voor ogen gehad in alles wat ze deed. Dat hebben wij richting gegeven vanaf 2005 ongeveer, waarbij wij drie kerndoelen geformuleerd hebben. Ja, dat is emancipatie van burgers, van bewoners en buurten en wijken, optimale klantbediening en optimaal renderen van vastgoed. Die allemaal met elkaar in verband staan. En dat kunnen wij niet alleen, dat moeten wij in samenwerking doen.
In 2005, en dat was eigenlijk de aanloop van het formuleren van die kerndoelen, zijn wij met de gemeente overeengekomen dat wij de regie op fysiek en sociaal in de Rivierenwijk zouden gaan doen. En de reden daarvoor is dat je, we hadden een heel lang aanlooptraject gehad met vragen aan bewoners wat zij van hun wijk verwachten. Hè. Dat was de jaren daarvoor allemaal gebeurd. Hoe zij de wijkvernieuwing zagen, daar hebben ze een meetlat op ontwikkeld. En een van de meest ingrijpende dingen, denk ik, wat mensen kan gebeuren, is als hun gezegd wordt dat hun woning gesloopt gaat worden. Zijn het dak boven hun hoofd kwijt, wat gebeurt er dan? Dan krijg je te maken, denk ik, ook als bewoner, met onzekerheid. Mensen gaan van de ene plek naar de andere plek. Tijdelijk wordt er verhuurd. Dat betekent dat een wijk ook in een neergaande spiraal terecht kan komen. Wij hebben gezegd, wij willen dan ook graag die fysieke of die sociale rollen oppakken. Mijn vraag was, waarom? Juist daarom, om die integrale aanpak te kunnen doen. We hebben al te maken met bewoners vanuit de coöperatie voor het uitplaatsen, het nieuwbouwen enzovoort. Maar lopende weg kom je ook heel veel problemen tegen. En die wilden wij graag oppakken. En de gemeente die wilde dat graag dat wij dat deden. Bewoners wilden graag dat wij dat deden. Dus vandaar hebben we dat gedaan. Nou, ik kan mijn vraag herhalen, maar dat zal ik niet doen. Ik ga even met u mee, want u geeft ook aan, de regie heeft natuurlijk ook met name te maken met die woningvernieuwing. Dat ook een rol is, of in ieder geval dat de rol is van Rentree. Maar tegelijkertijd geeft u ook in uw antwoord aan dat er een koppeling wordt gemaakt met andere sociale programma-onderdelen, noem ik het maar even. Uit ons onderzoek blijkt dat Rentree dus naast die woningvernieuwing ook investeerde in schooluitval, scholing en werkervaring. En dan zou ik toch willen vragen waarom een woningcorporatie die taak op zich neemt. In eerste instantie was dat niet zo. Dat is mede gekomen, dat is zwaarder geworden door de charters die mevrouw Vogelaar af ging sluiten. En we hadden al die rol in het sociaal domein, waarbij wij regie en eigenlijk makelaar waren. En wij deden dus niet zelf sturen op schooluitval enzovoort. U zegt, u had al die rol als regie en makelaar? Nou, als makelaar zeg maar tussen alle maatschappelijke organisaties die er in de wijk waren. Hoe krijgen ze bij elkaar? Hoe gaan we een integrale aanpak op probleemgezinnen, problemen in de wijk? Hoe organiseren we dat? Dat is sterker geworden nadat mevrouw Vogelaar de 40-wijkaanpak en ook Rivierenwijk daarvoor in aanmerking kwam. Waarbij er ook grotere budgetten beschikbaar gesteld moesten worden. Maar dat was in eerste instantie was het een andere aanpak. Maar vindt u dat de verantwoordelijkheid van een woningcorporatie om dat soort sociale programma's ook op zich te nemen? Voor de regiefunctie wel, dat wel. Dat zou... Wat bedoelt u daarmee voor de regiefunctie wel? Nou, wij waren natuurlijk niet de organisatie die mensen die in geestelijke nood waren te helpen. Nee, dat moesten wij de organisatie bijhalen die ze wel kon helpen. Wij waren niet de onderwijsinstelling die ervoor moest zorgen dat mensen goed onderwijs kregen. Maar we hadden natuurlijk in het kader van leefbaarheid en het leefbaar houden van de wijk daar helemaal mee te maken. Maar als u de regierol zo omschrijft, is dat niet de taak van de gemeente in plaats van een woningcorporatie? Dat zou ook prima kunnen. Alleen wij hebben een andere afweging gemaakt in Deventer toen. En wat bedoelt u met wij? Wij is dan de gemeente, bewoners en Rentree. Een andere afweging in de zin van in plaats van dat de regie bij de gemeente thuis hoort, dat die overgaat naar de woningcorporatie. Maar dat deden we natuurlijk niet alleen. Hè? We hadden natuurlijk dagelijks contacten met ook met ambtenaren en mensen van de gemeente. Dus dat begrijp ik, maar mijn vraag is waarom gaat de regierol die bij de gemeente thuis hoort over naar een woningcorporatie? Dat is mij niet helder. Wij wilden hem voor de integrale aanpak, dus niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Want mensen die wonen in die huizen en die lopen tegen problemen aan. En wij wilden dat integraal aanpakken. De gemeente zag dat ook in. Die wilde daar ook in steunen. Dus vandaar. In datzelfde artikel wat ik net aanhaalde uit het NRC... heeft voormalig hoogleraar in de volkshuisvesting professor Primus
een heel helder citaat gegeven. En dat is: de gemeente is gereduceerd tot een soort onderaannemer. Zo heeft Thorbecke het niet bedoeld. Wat vindt u daarvan? Dat is de mening van meneer Primus. U bent het daar niet mee eens? Nou, ik ben het er voor mij, zoals ik er naar kijk. Ik kijk er anders naar dan meneer Primus. Maar het is heel goed dat hij dat op deze manier uit, want dat houdt de discussie ook levendig. Maar wilt u daar nou eens inhoudelijk op reageren? Wat zijn uw argumenten dat u zegt: ik ben niet met professor Primus eens? Ik denk dat de gemeente de kaders kan bepalen en moet bepalen, maar dat ze niet altijd in de uitvoering zou hoeven zitten. En volgens mij hebben wij de uitvoeringsregie overgenomen. Dus de gemeente is nog steeds verantwoordelijk voor de kaders. Ik heb ook elk half jaar een verantwoording aan de gemeenteraad van Deventer afgelegd. Maar ook, u maakt nu een verschil tussen kaders en regie. Kaders uiteraard dat die bij de gemeente liggen, maar ook de regierol. Vandaar ook dat professor Primus Thorbecke aanhaalt. Die hoort toch eigenlijk ook bij de gemeente te liggen? Volgens mij niet. Ja, dat hoeft niet. Het kan, maar het hoeft niet, denk ik. Maar ik heb nog geen sterke argument van u gehoord waarom die dus niet bij de gemeente hoeft te liggen. En dat een woningcorporatie die rol op zich kan nemen. Omdat de rol van de coöperatie steeds meer het maatschappelijk domein inging. En we zijn natuurlijk lang aan het zoeken geweest. En misschien wordt daar nu een halt aan toegeroepen. Aan van wat in het kader van leefbaarheid noodzakelijk is. Dus het was ook een zoektocht. En dat heeft, het past binnen ons en mijn beeld over emancipatie van bewoners in buurten en wijken. Laat ze zelf, en dat vind ik het mooiste wat er is, laat dat in ieder geval helder zijn, dat mensen een stap kunnen maken in verdere zelfvoorziening. En daar zijn wij slechts een middel toe. Daar is een coöperatie ook maar een middel toe. En dat is een coöperatie, maar het is de bestuurder, dat zijn de werknemers, dat is de raad van toezicht. Ik vind dat wij middel zijn in het realiseren van volkshuisvestelijke, in de brede zin, doelstellingen. Bent u aangemoedigd door de gemeente om die regierol op te nemen? Ook daar was, ik denk wel bestuurlijk, op bestuurlijk niveau. Kunt u dat toelichten? In Deventer was sowieso al voor mijn komst al een historie op de wijkaanpak. En er was iets wat ze een Deventer model noemden. Daarin was er al, en dat was in mijn beleving nog niet echt een voortrekkersrol van de gemeente, maar het was wel gemeentewelzijn en coöperaties zeg maar, en bewoners die de wijkaanpak deden. Vanuit die rol is dat gekomen. Dus ik weet niet wat de motieven van de gemeente precies geweest zijn. Maar ook daar was natuurlijk, ook op ambtelijk en bestuurlijk niveau, was de vraag van: moeten wij dat nou uit handen geven? Maar de vraag, ik stelde de vraag: bent u aangemoedigd door de gemeente om die regierol op te nemen? Want u schetst nu dat ze er zelf eigenlijk ook vraagtekens bij zetten. Nee, met name op ambtelijk niveau. Maar het was ook werk wat bij hun wegging. Maar dan zegt u: op ambtelijk niveau waren er vraagtekens bij dat de rol naar de woningcorporatie ging. Maar op bestuurlijk niveau werd u wel aangemoedigd. Werd dat gedragen in ieder geval. Gedragen. Ik weet niet of het aangemoedigd. Ik heb dat niet ervaren als aanmoedigd. Het was in het proces, hoe wij met elkaar omgingen, was het een logische stap dat wij dat zouden doen eigenlijk. Allereerst, als u zegt van bestuurlijk en ambtelijk, zaten ze daar toch verschillend in als het gaat om die regierol. Ja, voor zover ik heb kunnen zien wel, ja. En begrijpt u die verschillen? Ja, ik denk dat een bestuurder anders naar iets kijkt dan degene die de uitvoeringen moet doen. Kunt u mij dat uitleggen? Nou ja, de vraag is van, wij hebben er toch altijd in die rol gezeten, dus waarom kunnen wij dat nu weer niet nog een keer? Dat zal op ambtelijk niveau gespeeld hebben. Maar ik weet niet, dat zijn inschattingen die ik daarin moet doen. Ik heb dat uit derde hand teruggekregen. Niemand heeft me dat ooit zo rechtstreeks gezegd. Okay. En u zegt bestuurlijk, dachten ze daar anders over? En met bestuurlijk bedoelt u wethouders? Ja. En die dachten er anders over? En dat moet ik vertalen als, die waren juist enthousiast over het feit dat Rantre als corporatie die regierol overnam van de gemeente. En dat enthousiasme, kunt u dat toelichten? Werd u aangemoedigd? Kunt u ook aangegeven door... Ik denk ook door de resultaten.
Wij hadden binnen niet al te lange tijd 250 bewoners die in werkgroepen meedraaiden. Ook onder hun verantwoordelijkheid. We hadden met bewoners afspraken over waarin ze instemming moesten geven en waar ze advies konden geven, vergelijkend met OR-achtige dingen. Maar ze hadden hun meetlat. Blijft u bij die bestuurder, want daar ging mijn vraag over. U haalt nu de bewoners erbij, maar mij gaat het om de bestuurder, waarvan u zei dat zijn wethouders, die u aanmoedigden om die regierol op u te nemen als corporatie. Of u dat kunt toelichten? Niet. Nou, aanmoedigde. Het kwam uit het overleg. En niet op die manier. Ga dat nou alsjeblieft doen. Niet zo niet. Nee. Maar hoe dan wel? Wij zeiden van wij willen daar dat doen. Want wij zitten in die wijk. Wij kennen de mensen goed. Wij hebben er dagelijks mee te maken. Dus de rentree overtuigde wij de willen bestuurders dat, doen. Dat ze dat willen doen. Ja, en daar hebben ze ongetwijfeld een aantal vergaderingen aan gewijd in het college. En wilde dat ook graag. Maar dan is de rentree degene geweest die de regierol naar zich toegetrokken heeft, als ik u zo beluister. Absoluut, ja. Ja. Ik gaf net ook aan op landelijk niveau dat er veel belangstelling was van ministers, maar ook Kamerleden die in de Rivierenwijk zijn geweest. Kunt u aangeven hoe de invloed en de houding was van minister Dekker destijds? Minister Dekker is omarmd door de bewoners en wordt nog steeds gedragen door de bewoners, heb ik de indruk. Voor zover mijn observaties reiken de afgelopen jaren. Maar, zij was degene die meetekende in de overeenkomst, ongevraagd, of tenminste heel spontaan. Stond niet formeel op de lijst, maar onze ondersteuning. Heeft zij meegetekend de overeenkomst die wij met de gemeente gesloten hebben en de bewoners. En was zij ook een minister die aanspoorde dat Rentree als corporatie meerdere taken op zich nam? Ik heb nooit een aansporing wat dat betreft van haar ontvangen. Maar ik denk dat mevrouw Dekker ook op dat moment aan het zoeken was van hoe kunnen wij corporaties meer in de wijkvernieuwing trekken. Ze had natuurlijk Huis 56 wijkenaanpak ook. Mm-hmm. En ook daarin had de gemeente Rivierenwijk voorgedragen. En minister Vogelaar? Minister Vogelaar zeker. Die is vanuit haar 40 wijkenaanpak en de aanvullende budgetten is zij daar heel positief in geweest. Ik heb als ik het ministerie en degene die daar verantwoordelijk voor was en mevrouw Vogelaar, dat zij die vertegenwoordigde, dan denk ik, die was daar positief in. En als we beide ministers naast elkaar zetten, welke van de twee heeft u als de meest stuwende kracht, noem ik het maar even, ervaren? Als het gaat om. Ik vind dat heel lastig, hè, de bestuurlijke kracht. Ik bedoel, dat gaat ver buiten mijn observatie. Ik bedoel, stuwende kracht die u als corporatie in Deventer heeft ervaren. Dan eerlijk gezegd denk ik dat mevrouw Dekker is geweest. Okay. Kijk naar mijn collega. Ja, ik wil er wel even graag op doorgaan, meneer Teube. Want mijn collega Hartje die had het over de Rivierenwijk. En dat u die bestuurders zo enthousiast maakte. En toen zei u van. Dat kwam door de resultaten. Toen begon u te praten over het overleg met de bewoners. En toen zei mijn collega, laten we even kijken hoe die bestuurders er nou in zitten. Dus het is goed om even toch door te praten over dat proces. Over de plannen die de gemeente had, de plannen, de ambities van Rentree. Welke risico's daar nou aan vastzitten en wat daar uiteindelijk van terecht is gekomen. Want dat is natuurlijk wat de mensen interesseert. Wat is nou echt dat resultaat? Die Amstellaan, hè, dat is een gevaarlijke weg in Deventer. Die de Rivierenwijk in tweeën splitst, fysiek. En daar waren plannen van de gemeente Deventer om daar een oplossing voor te vinden. Wat waren nou die plannen? Kunt u dat eens even aan de commissie uitleggen? Dan ga ik toch even terug naar die doelstellingen van Rivierenwijk. En dat is een van de is wijkdelen verbinden. Ja.
voor de mensen die Rivierenwijk in Deventer niet kennen, maar het is een wijk die in oost-westelijke richting in Deventer ligt, tegen het centrum aan, waar een oud-provinciale weg dwars doorheen loopt. Dat is de Amstelaan. Die snijdt de weg echt, of de wijken echt in twee delen. Dan hebben we te maken met voorzieningen die of links of rechts van die weg liggen. En bewoners die precies aan de andere kant wonen. Dus daar hebben we mee te maken. Dat was wijkdelen verbinden. In de overeenkomst die we met de gemeente en bewoners gesloten hebben, was heel duidelijk dat de gemeente verantwoordelijk was voor de Amstelaan. Die moest aangepakt worden, die moest opgelapt. Ver buiten mijn gezichtsveld, behalve dan dat we en mee te maken hadden dat hij door de wijk heen liep. De gemeente had budget beschikbaar gesteld aan ons om een kindlint te maken van de ene kant naar de andere kant. Hoeveel was dat budget? Wat zegt u? Hoeveel was dat budget? Ja, even uit mijn hoofd, 1,5-2 miljoen of zo. Dat weet ik niet precies. Maar in die orde van grootte. Wij waren een goed half jaar onderweg en toen bleek dat de weg die er dwars op staat, de Snippelingsdijk, dat die ook aangepakt zou gaan worden en dat die verhoogd zou gaan worden daar waar die de Amstelaan zou kruisen. Dat betekende dat er impact was voor de aanleg van die Amstelaan en dat gemeentelijk bedacht werd dat die of verhoogd of verdiept of wat dan ook moest worden. Maar dat had een enorme invloed op het stedenbouwkundig plan waar we mee bezig waren met bewoners. Omdat er een wijkvoorzieningencentrum zou komen, dat waren we overeengekomen. Die zou zo dicht zo centraal mogelijk komen. Maar we wisten niet daarmee hoe die Amstelaan zich zou ontwikkelen en hoe het wijkvoorzieningencentrum, waar die gepositioneerd moest worden, en hoe dan de rest van de wijkontwikkeling eruit zou komen te zien. Nou, dat heeft een hele tijd geduurd en daar waren we nog niet uit op het moment dat ik bij Randtree vertrok. Maar de bedoeling van de gemeente was eigenlijk al, want u zei we hadden een budget van 1,5-2 miljoen, dat jullie daar de uitvoering zouden hebben? Nee, voor het kindlint, niet voor de Amstelaan. Oké. Nou, even toch nog naar die Amstelaan. De gemeente heeft een plan. Dat is een vrij sober plan. En u heeft net al uitgelegd, een van de doelstellingen van Randtree was om de bewoners zoveel mogelijk erbij te betrekken. Dus u heeft die bewoners erbij betrokken. En dan uiteindelijk ontstaat er een plan om een verdiepte aanleg van die Amstelaan te doen. Wij zeggen dat maar gemakshalve als tunnel, hè, want er was een heel plan omheen met woningbouw en overkapping. Dus laten we voor het gemak het een tunnel noemen. Hoe is dat plan nou helemaal tot stand gekomen? Kunt u daar eens even de rol van Randtree in belichten? Nou, daar hadden wij in die besluitvorming hadden wij niet heel veel te zeggen. Wat er gebeurd is dat, wat ik net zei, is dat die Snippelingsdijk er als complicerende factor bij kwam. Daar is toen vanuit de gemeente, Amstelaan zou gewoon op maaiveldniveau blijven. En wij zouden er kindlint overheen bouwen. Gedeeltelijk, hè? Maar geen tunnelachtig idee, maar 1 of 2 bruggen misschien. En vanuit de gemeente is toen gezegd, hij gaat omhoog. En toen was het later, hij gaat verdiept. Maar dat is vanuit de gemeente gekomen. Dat is niet vanuit bewoners of Randtree gekomen. Okay. En wat vond u ervan, van het plan? Want het maakte het duurder ook. Nou, het was een uitermate complicerende factor. En het was heel vervelend dat het in het proces, waar we al een heel eind waren, en dat er weer iets gebeurde waardoor het weer langer ging duren. Maar goed, je probeert van alles om ook nieuwe situaties op een goede manier te gebruiken. Een verdieping zou ook kunnen betekenen dat wij met bebouwing het tunneleffect, wat het dus niet is, hè, want de gemeente was daar heel duidelijk in, geen tunnel, andere wetgeving enzovoort, dus het moest anders. Maar een bebouwing dicht tegen de Amstelaan aan. Dus dat zou extra bebouwing kunnen betekenen. Ja. Daar hebben wij naar gekeken. En dat zou mogelijk moeten kunnen zijn. Goed. Maar het gaat meer kosten, het gaat langer duren. Maar wat vonden die bewoners? Voor Randtree ging het niet meer kosten. Nee. Alle duidelijkheid. Dan wil ik even. Nee, maar even het hele project even. Over de kosten komen we zo te praten. En de rol en de inbreng van de participatie van Randtree, daar komen we ook over te praten. Maar nu even nog
naar dat idee van die verdieping. Wat vonden die bewoners ervan? Want die heeft u geconsulteerd. De bewoners waren daar verdeeld over. Maar ik denk het gros dat ze daar positief over waren. Omdat als je met bruggen werkt, dan moet je ook omhoog. En dan is het toch anders dan dat je ongeveer op een kleine verhoging over de Amstelaan heen zou kunnen. Dus die zagen daar wel ook voordelen in. Ja, want als je gaat verdiepen, ziet het er mooier uit. Hè? Esthetischer is het mooier. Het is ook misschien stiller, denk ik, voor de bewoners. Ja, we daar hadden het uiteraard wel naar gekeken. Ja, okay. Klopt. Nou, u wilde zelf al even over die kosten praten. Op een gegeven moment wordt er gekeken naar die kosten, wat het ongeveer moet gaan doen. En dan is het idee dat Rentree voor 4 miljoen gaat bijdragen. Daar is ook voor getekend. Ja. En er zijn natuurlijk mensen in Nederland die zeggen, hoe is het in vredesnaam mogelijk dat zo'n woningcorporatie 4 miljoen op tafel legt om een verdiepte weg aan te leggen of een tunnel aan te leggen? En dat kunt u vast uitleggen aan Nederland. Ja, kijk, het maakt de wijk leefbaarder. We hebben die 4 miljoen ook opgenomen in het budget dat wij, of in de uitgaven, geplande uitgaven, die vanuit het charter met mevrouw Vogelaar moesten komen. Dus als we dat niet opgenomen hadden, hadden we het ergens anders aan uit moeten geven. Want die 2,8 miljoen die stond sowieso vast. Dus 1 miljoen per jaar, 4 jaar lang, dat was die 4 miljoen. En door de wijk leefbaarder te maken en die bijdrage van 4 miljoen, als dat onze 4 miljoen is, waarbij de gemeente en de Rijksoverheid ook nog 4 miljoen ieder bij moesten dragen. Goed, dat had ook effect op, dat hebben we niet heel hard gemaakt, maar wel de verwachting is dat de vastgoedwaarde van de woningen eromheen daarmee ook in ieder geval wat robuuster zou zijn. Ik zal niet zeggen dat ze daarmee zouden stijgen. U zag er wel voordelen in voor Rentree? Ik zag er ook voordelen, uiteraard. En ook voor ons is dat natuurlijk vastgoedwaarde en rendementen is wat de motor draaiende houdt. Ja. Maar eigenlijk, hoe je het went of keert, is het natuurlijk gewoon een taak van de gemeente. Daar begon u eigenlijk al mee. Absoluut. Infrastructuur, in die orde van grootte, is zeker een taak van de gemeente en niet van Rentree. En als Rentree nou niet mee had gedaan, was het feest niet doorgegaan? Dan was het feest sowieso afgelopen, denk ik. Ja, dat stuk feest in ieder geval. En dan, ik weet niet wat de gemeente dan gedaan had. Nee. En hoe verhoudt zich die 4 miljoen nu in het totale bedrag van de kosten? Zeg maar, wat hoestte de gemeente op of het Rijk? En wat, Ik weet niet hoe de verdere bijdrage. Dat is na mijn vertrek gedaan. Ik heb wel een keer ergens gelezen dat Rentree die 4 miljoen bijdraagt. Ja. Maar hoe dat verder budgetair is, dat weet wat ik wij niet. Erover hebben gelezen, is dat dat 1/3 van het project was. Dus dat het project 12 miljoen kostte. Ja, maar dat weet u niet meer. Nee, dat was na mijn vertrek. Dat weet ik dus niet. Nee, maar toen u tekende voor 4 miljoen, toen was toch wel duidelijk wat het project zou moeten kosten? Ik vraag me af of ik op die manier voor het project getekend heb, als zijnde een compleet project met budget enzovoort. In het charter is die 4 miljoen genoemd en daar heb ik voor getekend. Oké. Okay. En kunt u nog even uitleggen hoe die 4 miljoen nou tot stand is gekomen? Want ik bedoel, het had ook 2 miljoen kunnen zijn, het had misschien ook wel 6 miljoen kunnen zijn. Dus hoe kom je nou aan 4 miljoen als intentie om mee te doen? De gemeente heeft op een gegeven moment een berekening gedaan dat het 16 miljoen zou kosten. Heeft aangegeven dat daar een kwart van bezuinigd zou kunnen worden en als en Rijksoverheid en gemeente en corporatie ieder dan een derde zouden doen, dan zou die verdieping er kunnen komen. Okay. Nou, mijn collega Hartje heeft net al even over de regierol van de corporatie gesproken. Beetje vergelijkbaar is hoe dit project nou uitgevoerd gaat worden. Want in februari 2008 wordt er een raamovereenkomst met de gemeente getekend over deze weg in het kader van het krachtwijkenbeleid. En het was eigenlijk nog wel een groot feest, want minister Vogelaar was ook bij de ondertekening. En daarin staat dat Rentree 4 miljoen bijdraagt. Nou, dat hebben we besproken, dat hoeft nu verder niet meer. Maar ook dat Rentree de hoofdaannemer is. En dat is toch wel iets waar vraagtekens bij gezet kunnen worden. Ja, dat is wel gezegd, maar daar waren we niet uit. En dat was niet. Wat gebeurd is, nogmaals om ook de gang erin te houden, maar er was en Amstelaan, infrastructuur, wat niet voor ons was.
het bouwen van woningen tegen de Amstelaan aan, ja, wat wel voor ons was. Dat is core business. Dat komt wel heel dicht tegen elkaar aan. En daar is gezocht naar hoe kunnen wij op een goede manier, wij, is dan gemeente en Randtree, kijken hoe we die uitvoering kunnen combineren. Ja. En betekent dat een van de twee de uitvoering gaat doen met verantwoording aan de ander, of dat er een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie komt waarbij gewoon ook dat allemaal duidelijk is. En volgens mij waren we daar nog over in gesprek op het moment dat ik wegging. En wij hebben dat gesprek aangevraagd bij het ministerie. Om daar ook duidelijkheid over te krijgen op het ministerie. Hoe kijken jullie daar nou tegenaan? Oké. Okay. En wat was de intentie van Randtree? Wilden jullie de coördinatie hebben? Of nee, absoluut. Het maakt mij echt helemaal geen fluit uit. Daar kom ik niet voor mijn bed uit, zeg maar. Nou, een andere overeenkomst, want er is heel wat afgetekend in die tijd, was de intentieovereenkomst. En daarin stond dat Randtree in principe positief stond tegenover de realisatie van infrawerk. Ook al was het niet helemaal de core business van de corporatie. Maar wat dan opvalt, is dat daarbij staat, inclusief de bijbehorende risico's. En dat lijkt een soort blanco check. En mijn vraag is, was het nou echt uw intentie, daadwerkelijk uw intentie om daar te tekenen voor die risico's? Volgens mij hebben we daar uitvoerig daarna gesprekken over gevoerd met de gemeente. De gemeente was dat inderdaad geïnterpreteerd als dan zijn we van alles af. En daar waren we het absoluut niet met elkaar over eens. Aan wat voor soorten risico's moet ik dan denken? Waar praten jullie dan over? Waar is de blik op gericht? Wat er misschien mogelijk fout kan gaan of wat extra kosten met zich mee gaat brengen? Wat bijvoorbeeld fout kan gaan als je bodemverontreiniging. Sorry, ik verstond het. Bodemverontreiniging. Bodemverontreiniging, ja. En volgens mij hebben we daar keurige wetgeving voor in Nederland, heb ik de gemeente ook verteld. Dus van wie de grond is, is verantwoordelijk en de ander niet. Dus, en andere risico's waar misschien mogelijk wel Randtree voor zou moeten opdraaien? Want u geeft nu een voorbeeld waar het geregeld is, maar er zijn natuurlijk ook dingen waar het niet geregeld is. En dan ben je participant en dan draai je er misschien wel voor. Ja, maar goed, wij vonden dat. Dat vind ik nog steeds, is dat je als je daar samen ingaat, dat je probeert risico's af te dekken, te verzekeren enzovoort, maar dat je ook als partners daar gewoon in zit. En wat niet bij ons hoort, dat hoort niet bij ons. Hè. Dus, maar dat snap ik toch niet helemaal, want je kan op verschillende manieren deelnemen, gezamenlijke verantwoordelijkheid. Je kan ook zeggen, ons belang is dat die bewoners daar veilig kunnen oversteken en dat ze daar rustig kunnen wonen en daarom geven wij 4 miljoen. Maar om nou die risico's... Dat is wat ik zeg. Daar waren we dus ook absoluut niet over eens. En ik moet eerlijk zeggen, dat zijn risico's. Daar ben ik ver uit inmiddels, wat dat allemaal zou kunnen zijn. Maar wij waren er met de gemeente nog absoluut niet uit. Nee. Nou, wat altijd ook een lastig punt is, is die kostenraming. Hè? Van, doe je dat nou goed? Dit was trouwens een intentieovereenkomst. Dat was nog niet een definitieve uitvoeringsovereenkomst, nee, toch? Maar het zit wel in de sfeer van verwachtingen. Wat verwachten bewoners van Randtree in het kader van dit project? Wat verwacht de wethouder van u, de gemeenteraad? Dus het is niet vrijblijvend, hè? Het is niet dat je denkt, we tekenen een intentieverklaring. Niet dat het, want in de ontwikkeling en het proces heeft het natuurlijk door het steeds minder vrijblijvend. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Maar dit was wel een stevig punt van discussie in de maanden daarna. Ja. Tot aan mijn vertrek. Okay. Ik wil toch nog even naar die kosten, dan wil ik door. Want zo'n kostenraming, het heet niet voor niks raming, dat is natuurlijk gewoon, je bekijkt het, wat gaat er op ons afkomen, maar er zijn natuurlijk altijd onverwachte dingen. Nou, dat weet je, als je zelf je huis gaat verbouwen, is dat natuurlijk ook zo. Laat staan zo'n weg. En op een gegeven moment in november 2008 denkt u van, misschien toch nog goed om eens even een deskundige mee te laten kijken. En dan komt er een second opinion. En een van de conclusies in die second opinion is dat het project nog vele financiële onzekerheden kent. En dat er ook wel heel veel risico's aan het project zitten. Heeft u op basis van die conclusies van het bureau die second opinion heeft gemaakt, overwogen om de stekker eruit te trekken? Welk bureau is dat? Eens even kijken hoor. AT Osborne.
En later heeft de gemeente ook nog een second opinion gedaan. En die is gedaan door de grondmaai. Ja, maar E.T. Osborne heeft geen second opinion gedaan. Ik heb, om onze risico's in te kunnen schatten, heb ik E.T. Osborne, iemand van E.T. Osborne ingehuurd. Ja. Die heeft daar vanuit zijn expertise heeft hij daarnaar gekeken en heeft daar die opmerking over gemaakt. Oké, maar dan, wat is het dan als het geen second opinion is? Wat is het dan? Adviesaanvraag. Nee, dat is iemand die wij ingehuurd hadden om zeg maar, vanuit onze kant heel kritisch te kijken naar techniek en cijfers. Dat is in feite als een interne projectmedewerker die zijn vak heel goed. Volgens mij hebben we het over hetzelfde, denk ik. E.T. Osborne zegt risico's, onzekerheden. Ja. En mijn vraag is, komen we toch weer terug op die vraag, is dat voor u... Heeft dat nog in uw gedachten meegespeeld dat u dacht, nou, ik kap ermee? Nee, maar we gaan wel verder in gesprek. En hoe gaat dit dan? En we hebben op een gegeven ogenblik, dat was ook ongeveer het moment dat de kredietcrisis duidelijk werd. Mm-hmm. Ook gezegd van, wij gaan wel onze plannen evalueren. Ja. En toen hebben we ook naar alternatieven gekeken voor de Amstelaan. Okay. En hebben die gesprekken nog plaatsgevonden met de gemeente over wat E.T. Osborne heeft geconstateerd? Ik vraag het ook omdat de gemeente op haar beurt de grondmaai heeft ingeschakeld. Ja, kent u dat rapport van grondmaai? Ik ken het niet, maar ik weet dat het er was. Maar waarom kent u het niet? Want ik bedoel, je bent in gesprek. Ja, ik ken het niet uit mijn hoofd. Ik weet dat er een rapport, dat de gemeente dat een keer gedaan heeft. Maar u heeft wel dat rapport gekregen. Ja, maar dat is niet iets waar ik mij mee bezig hield op die manier. Dat deed dan de man van E.T. Osborne weer. Er was een projectgroep samen met de gemeente. Maar die man van E.T. Osborne, even om het zuiver te houden, die huurt u in als een soort interne projectkracht. He, misschien geen second opinion, maar wel iemand die u adviseert. Je bent in gesprek met de gemeente over de risico's. Je bent er niet helemaal zeker over. Je huurt die man niet voor niks in. Dan komen zij met het rapport van de grondmaai. Dat zeg je tegen die man van E.T. Osborne. Lees dat voor mij en come on. Hoe zit het nou? Dus ik wil gewoon weten wat u met hem besproken heeft over dat rapport van die grondmaai. Daar heb ik niks over besproken met hem. Want het is in die zin dat is hij erover raar. Terug... Nee, maar ik snap het. Moet ons even helpen. Het is raar dat als er twee rapporten zijn omdat er financiële risico's aan dat hele verhaal zitten. Ja. Dat je met elkaar in gesprek bent, dat er een intentie is, maar nog geen definitieve overeenkomst. Dat de gemeente zegt, ja, fijn dat jullie E.T. Osborne mee laten kijken. Wij laten de grondmaai meekijken. Dan hoor je natuurlijk inzicht in elkaars kaarten te hebben. Want anders kan je niet eerlijk zaken doen, toch? Ja, dus dan komt op een gegeven moment komt dat verhaal waar geanalyseerd op tafel. En dan hebben we het bestuurlijk overleg met de wethouder, hebben we het daarover. Maar zolang het in de projectgroep in discussie was en niet nodig was om dat te escaleren naar bestuurlijk niveau, was er op dat moment nog niets aan de hand. Nee. Dus het antwoord op mijn vraag of u heeft overwogen om te stoppen is nee. We waren nog in gesprek. We zijn de hele periode in gesprek geweest. En we hebben heel indringend naar alternatieven gekeken. Ja. Nou, dan gaan we u even in de spiegel laten kijken. Want de vraag is of u dat hele traject met die E.T. Osborne en wat hij daarvan vond, ook hebt besproken met de Raad van Toezicht. Rivierenwijk en de ontwikkeling van Rivierenwijk is in de tien... Amstelaan. Dit. Amstelaan. Ja, maar Rivierenwijk en Amstelaan. Hè, dus is in de vergaderingen die ik met de laatste samengestelde samenstelling van de Raad van Toezicht gehad heb, vanaf januari 2008, een keer of 6-7 uitgebreid besproken. Maar ook... het feit dat u een interne projectmedewerker had aangetrokken van E.T. Osborne. Absoluut. En ook wat hij daarvan vond en over de risico's en de onzekerheid. Hij heeft presentaties in de Raad van Toezicht gehouden zelfs. Dus, Okay. Wie was op dat moment voorzitter van die Raad van Toezicht? Mevrouw van Emmerik. Nou, dan de raamovereenkomst. Daar was afgesproken 4 miljoen bijdrage door Rentree. En dan praat u daarover met het Waarborgfonds. En dan wordt een jaar later, in 2009, een onrendabele top van 20 miljoen afgesproken, vastgesteld. En het Waarborgfonds zegt ook tegen u, of tegen Rentree, dat de Amstelaan eigenlijk niet past
binnen de uitgangspunten van hun borgingsbeleid. Ja. Schrok u daar nou van? Schrok ik ervan. Want dat zet de hele boel op de helling. Is dat zo? Nou, als er niet geborgd wordt, dan... Volgens mij was onze bijdrage 4 miljoen. Ja. Dat was het. We komen daar straks nog even over te praten, omdat daar vanwege die risico's ook wel andere bedragen worden genoemd. Als het waarborgfonds niet zou borgen, hoe zou u dan die 4 miljoen ophoesten? Die moesten wij sowieso al ophoesten uit onze bijdrage aan het charter. Ook dat zijn niet borgbare activiteiten. Dus die moeten uit kaststromen komen of ja. uit andere financiering. Ja. Nou weten wij dat in die tijd er wel een idee was bij directeuren van woningcorporaties om huizen te laten doorzakken. Hè? Dus dat je ze verkoopt en dat dat geld dan weer gebruikt wordt voor andere activiteiten. Was u het nou ook van plan in dit geval? Ja, ik denk dat het goed is om het even niet over andere corporaties te hebben. We hebben even over Rentree. Ja. Wat ik net aangaf is onze kerndoelen en dat die in verhouding, in relatie met elkaar staan. Dus het renderen van vastgoed, dat is de kurk waar je financieel op drijft. En dat, daarmee kun je ook de maatschappelijke dingen betalen die noodzakelijk zijn. Hè? Dus onder andere betaalbaarheid van wonen en ja. Leefbaarheidsprogramma's. Wij hebben gekeken naar andere financiering, aanvullende financiering op wat wij geborgd zouden kunnen krijgen van het waarborgfonds. En daar hebben wij een aanvraag gedaan nadat minister Van der Laan zijn brief van 12 juni 2009 aan de Kamer gestuurd had, waarin hij het speelveld van corporaties aangeeft, in zijn ogen. En ook aangeeft dat woningen gelabeld voor verkoop uit mochten zakken. En dat daarmee dus aanvullende financiering gehaald kan worden. Op basis daarvan ben ik met de asset manager van Rentree ben ik naar het ministerie geweest. Daar heb ik met Victor Schaap gesproken. Ja. Victor Schaap heeft gezegd, ja, dien de aanvraag in en parkerende post krijg je toestemming. Mits, goedkeuring, huurdersbelangenvereniging en de gemeente. Nou, huurdersbelangenvereniging die had zich opgeheven, dus dat was lastig, dat wist hij ook. En de gemeente heeft, daar hebben wij het hele verhaal mee doorgesproken. En dat het ging over de financiering van onze investeringsopgave in Deventer. Die hebben daar een collegebesluit op genomen en met dat collegebesluit heb ik een verzoek ingediend. En heeft het college ook gezegd dat er mocht worden doorgezakt? Ja, dat staat in dat besluit, ja. Maar goed, het Waarborgfonds heeft er ook nog iets over te zeggen. En die zijn over het algemeen, dat hebben we ook in de casus woonbron gezien. U wil niet met andere corporaties vergeleken worden, dat begrijp ik wel. Maar in de casus woonbron is dat natuurlijk ook uitgebreid aan de orde gekomen. Het Waarborgfonds, die geven niet zomaar toestemming daarvoor. En hoe is dat in dit geval gegaan? Mocht u wel woningen verkopen om de Amstelaan te kunnen financieren? Nee, want het ging niet om financiering van de Amstelaan die woningen verkopen. Wat ik net aangaf, is dat voor onze totale investeringsopgave ging. Maar 4 miljoen is geen investering, is uitgave. Even luisteren, even voor mijn begrip. U zegt van dat is de totale investering, maar het Waarborgfonds zegt natuurlijk wel van waarom gaan u dat doen? En dan zegt u, ja, ik heb hele plannen, dit en dat en zo. Maar daar zit die Amstelaan ook wel in. En ik kan me goed voorstellen dat het Waarborgfonds dan zegt, maar ja, dat is nou net geen core business. En daar borgen we niet voor, maar je mag ook niet doorzakken. En dat wil ik weten. Dat is waar ik nou op zoek ben. Ja, maar het besluit over wel of niet mogen doorzakken is genomen nadat ik vertrokken was bij Rentree. Dus daar kan ik niet heel veel over. Bent u precies weggegaan bij Rentree? Wanneer bent u geschorst? Ik ben 25 oktober op zondag 25 oktober ben geschorst. 2009? Ja. Ja. Nou, even nog, u noemde Victor Schaap en er zijn natuurlijk allemaal mensen thuis aan het kijken en denken, nou, wie is Victor Schaap? Dat is een van de hoge ambtenaren op volkshuisvestinggebied, ministerie. En u zegt, nou ja, die gaf toestemming en de gemeenteraad die heeft ook toestemming gegeven. Maar op 30 september 2009, vlak voordat u wegging, heeft u nog een formeel verzoek ingediend voor een tunnel bij het ministerie. En wat wij daarover gelezen hebben, de stukken van het ministerie, is dat het ministerie daar wel hard over oordeelt dat een tunnel zeker niet door een corporatie uitgevoerd kan worden.
En dat is iets anders voor de goede orde. Ik heb 30 september heb ik dat verzoek gedaan. Ja. Niet met het zicht dat ik bij Rantree weg zou gaan. Dus het nee, is, dat wist nee, nog nee niet. Maar even voor alle duidelijkheid is dat dat niet gebeurd is. Even van mijn laatste daden. Nee. Zo bedoel ik het ook helemaal. Nee, maar ik denk dat het goed is voor de wereld buiten. Maar wel dat u nog actief was als directeur-bestuurder. Ja. U heeft dat verzoek gedaan, terwijl u tegen mij zegt... ik heb met Schaap gesproken, ik heb ook met anderen gesproken... en iedereen die... Nee, maar daar moet je nog steeds een formeel verzoek doen. Dat verzoek is gedaan nadat het college van Deventer daar een positief advies op gegeven heeft. Ja. Die hebben daar, die brief zat heeft er ook bij. Ja. En wat daarna in de beoordeling, daar ben ik niet meer bij geweest. Nee. En toen u ervan hoorde dat het ministerie toch rood licht gaf in plaats van groen licht, wat ze u eerder mondeling hadden toegezegd. Toen werd u wel pislink, zeker? Ik weet niet, want volgens mij is in de week voorafgaand aan mijn schorsing nog een gesprek geweest, op een ambtelijk overleg geweest op het ministerie, waar hierover gesproken werd. Dus toen was er nog geen beslissing. Het was echt nog geen beslissing. Nee. En als ik u nu zeg, ze hebben toch rood licht gegeven op dat formele verzoek, terwijl in de gesprekken die u met Victor Schaap heeft gehad, werd toch wel de suggestie gewekt dat het wel gesneden koek was om in Deventer spraakgebruik te blijven. Wat zegt u dan? Dat ik het aan de ene kant jammer vind, maar dat ik ook doorzie wat er gebeurt. Wat zegt dat over de relatie tussen de bestuurder en een ministerie? Welke rol speelt zo'n ministerie hier dan in? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat moet u aan het ministerie vragen wat hun rol daarin is. Nou, dan zullen we dat doen. We waren die vraag nog even. Weet ik niet. Nou, wat ons verder opvalt in de aanvraag voor de tunnel, hè, want er is steeds het bedrag van 4 miljoen genoemd. Dat was de intentie om dat bij te dragen. Dat u zelf een taxatie heeft gemaakt en zegt van nou, mocht het misgaan, we zitten er voor maximaal 26,5 miljoen in. Mijn vraag is even, hoe komen we aan het bedrag van 26,5 miljoen? En hoe verhoudt zich dat eigenlijk tot die eerdere intentie om 4 miljoen mee te doen? Ik weet niet waar u nu die 26,5 miljoen vandaan houdt, maar dat zou... Aanvraag aan het ministerie om die tunnel te mogen bouwen, zeggen van nou, wij willen dat als corporatie dat mede gaan doen. En in het slechtste geval, zeg maar even met mijn eigen woorden, dat maakt het simpelste, zitten we voor 26,5 miljoen in het schip, als het echt tegen zit. Dat kan alleen zijn in de bouw van de woningen en de grondprijs die daarbij hoort, aanpalend aan die Amstelaan. En dat zit niet in de infrastructuur van de Amstelaan. Oké. Dan kijk ik even weer naar mijn collega. Microfoon. Ja. Meneer Teube, het infrastructuurproject Amstelaan. Ik hoorde u heel duidelijk zeggen dat is de taak van de gemeente en niet van een woningcorporatie. Ja. Toch bent u de hoofdaannemer geworden van dit project. Was ik nog steeds niet. Want we hadden nog steeds daar onduidelijkheid over hoe dat uit zou pakken. En nee, u was het nog niet, maar in ieder geval, dat u ging hem wel krijgen. Had gekund. En wij hebben ook op basis van diezelfde brief van minister Van der Laan van 12 juni 2009... Mm-hmm. ook deze activiteit bij het ministerie gemeld. Van, hey, hoe kijken jullie daar tegenaan? Voordat u die kant op gaat, de melding bij het ministerie. Het gaat mij even om het feit dat u zelf zegt een infrastructuurproject hoort bij de gemeente te liggen en niet bij een woningcorporatie. Ja. Maar tegelijkertijd trekt Rantree die wel naar zich toe. Hoe moet ik dat met elkaar rijmen? Omdat wij in gesprekken met de gemeente tegen de houding aanliepen. Wij hebben absoluut de capaciteit niet. En of dat nou in mankracht is of wat dan ook, maar dat is allemaal te organiseren. En toen zijn dat was ook de reden dat wij gezocht hebben naar een gezamenlijke projectorganisatie. U zegt de gemeente had de capaciteit niet, in termen van mensen, maar ook in termen van geld? Nee, niet in termen van geld. Nee, hun budgetten waren gewoon ook duidelijk. Dus de gemeente, want er lagen ook plannen, hè? Mijn collega Oskam wees er al op. De gemeente had al plannen voor de Amstelaan, weliswaar sober. Ja. Die lagen er wel. Dus sorry? Die plannen lagen er wel bij de gemeente. Het waren sobere plannen dan daarna. Klopt. Maar toen ze wilden gaan verdiepen, toen zeiden ze, daar hebben we de capaciteit niet voor. Maar ze hadden wel het geld. Dus ze zeiden, wij gaan verdiepen, maar we hebben de capaciteit niet. Dus hoe gaan we dat nou oplossen? Nou,
Maar als ik heel even aanhaal dat de gemeente in eerste instantie zelf plannen had voor de Amstelaan. Mm-hmm. Weliswaar soberder dan wat we daarna hebben gezien aan plannen voor de Amstelaan. Maar vervolgens zie je dat er een ambitie bij komt om die plannen dus minder sober te maken. Iets grootser aan te pakken. Komt die ambitie nou vanuit de rentree of ergens anders vandaan? Nou, niet grootser in de zin dat die Amstelaan goud gerand werd en noem maar op. Maar wel dat je... het had elke keer, elke planwijziging rond die Amstelaan had effect op het stedenbouwkundig plan. En hoe ga je de wijkdelen verbinden? En waar komt dat wijkvoorzieningencentrum? Dan, als die gaat verdiepen, dan hoef je minder in de omliggende gebied hoef je te verhogen om over de Amstelaan heen te komen. Dat heeft een voordeel, dus die wijkdelen die lijken beter verbonden. En we konden meer bouwen. Dat was het enige. Maar als ik dat nou verzamel, het is dan toch een bepaalde ambitie. Om dus heel die omgeving nog groter en beter aan te pakken dan de plannen die in eerste instantie lagen. Ja, maar groter heeft een andere connotatie, denk ik. U mag een ander woord gebruiken voor mij. Maar ik denk dat wij een betere invulling konden geven aan wijkdelen verbinden. Oké, dus die betere invulling kwam vanuit de rentree. En was dat niet de reden dat de gemeente zei van, nou ja, onze sobere plannen in eerste instantie, daar hangt ook een budget aan. En als er een grotere ambitie wordt neergelegd, dan haken wij af. Dan kunnen wij dat zelf niet doen. Is dat niet hoe het gegaan is? Zij hadden hun budget en dat was ook. En wij hadden onze toezegging van 4 miljoen. Hè, dus zij hadden ze ook gedaan. En het enige wat wij konden doen, is dat wat wij vanuit de grondexploitatie van de woningen die we tegen de Amstelaan aan zouden bouwen. En dan kan je zeg maar, de fundering gebruiken als wand van de Amstelaan. Dat is ongeveer wat het is. Ja, maar daarmee schetst u dus die ambitie die rentree had in die omgeving. Ja. Dus in eerste instantie was dat infrastructuurproject van de Amstelaan, lagen daar plannen voor door de gemeente. Ja. En daarvan heeft de rentree gezegd, nou dat kan beter. We moeten het anders doen. Toch een iets hoger ambitieniveau in dat geval. U kunt maar, dus u volgt mij. Nee, ze hadden al wijzigingen op de oorspronkelijke plannen zelf aangegeven. En, ja, maar die wijzigingen die staan dan enigszins los van de ambitie die rentree daar tegenover stelt. Nee, naar aanleiding van die wijzigingen, want zij wilden gaan verdiepen. Naar aanleiding daarvan hebben we gezegd van dan zouden wij meer kunnen bouwen. Ja, dus toen heeft u daar nog een betere invulling aangegeven, in uw woorden. Ja. Heeft rentree daarmee niet uiteindelijk die regierol naar zich toegetrokken? Juist doordat ze die ambitie hebben neergelegd, u als directeur-bestuurder van rentree? Nee, niet zo noodzakelijkwijs. Want het had op elke manier, de drie mogelijkheden die je net ook geschetst hebt, hadden er ingevuld kunnen worden. Of de gemeente doet de hele uitvoering. Ja, die plannen lagen er, die waren sober. Wij, zeg maar als een soort opdrachtgever onze wensen en eisen. Mm-hmm. Of er komt een gezamenlijke project en uitvoeringsorganisatie. Misschien rentree. Maar laat duidelijk zijn dat in ieder geval in juni 2009 al heel duidelijk was dat we dat sowieso niet konden doen. Juni 2009, maar nog heel even in het traject daarvoor, want het project... Toen waren we nog niet uit de definitieve invulling van een uitvoering aangeland, in mijn beleving. Tuurlijk, we hadden overeenkomst, intentieovereenkomst, maar we hadden nog geen uitvoeringsovereenkomst gesloten. Nee, maar nog los van dat feit, want ik snap dat u daar heel precies in bent van, we hebben daar nog geen handtekening onder gezet. Maar het is voor ons als commissie belangrijk om te weten hoe dat gegaan is in dit project. En daarbij constateer ik dat in eerste instantie er plannen lagen voor dit infrastructuurproject. Ja. Daar de gemeente, want het project zoals u zelf zei, hoort ook bij de gemeente te liggen. Die plannen waren sober. En daarvan heeft de rentree gezegd, wij hebben betere plannen. Een betere invulling. In de context van wijkdelen verbinden. In welke context dan ook. Uiteindelijk heeft de rentree dus een hogere ambitie daartegenover gesteld voor dit project. En mijn conclusie die ik daaraan verbind, en ik leg hem graag aan u voor, is dat de rentree daarmee de regierol weg heeft gehaald bij de gemeente. Zover ben ik niet. Want volgens mij was het nog niet zover. Het was nog niet zover, maar dat was wel... Ja, maar dat we initiatief hadden is iets anders nog dan dat je regie hebt in mijn ogen. En wij waren dan misschien wat
initiatief rijker dan aan de andere kant. Ja, waar komt die ambitie vandaan bij Rentree? Nou, die ambitie is dat wij een hele, voor bewoners, hele goede wijk wilden realiseren. Waar het prettig en goed wonen, werken en leren is. Ja. En Rentree was dus ook bereid om daarvoor de portemonnee ook te trekken? Dat deden we al. En niet verder dan wat we al deden. Maar wel juist om partijen bij elkaar te krijgen. En dat gemeenschappelijk belang, wat iedereen daar heeft, uiteindelijk. Ook in te laten zien en ook daar de inspanning voor te leveren. Als we specifiek naar dat infrastructuurproject de Amstellaan kijken, was Rentree dus bereid om de portemonnee te trekken? Om die ambitie ook waar te maken? Nou, alleen voor dat deel wat wij, voor die 4 miljoen, en dat deel wat wij in de grondexploitatie, dus de grondprijs zeg maar, voor de woningen, die we daar aan de Amstellaan extra konden bouwen. En was Rentree zich bewust van het risico wat bij dit infrastructuurproject? Daar hadden wij juist E.T. Osborne voor ingehuurd. Ja. Ja. Maar als ik het dan samenvat, dan heeft de corporatie Rentree met de ambitie, hè, de betere invulling die ze voor ogen had voor die wijk, er bewust voor gekozen om dit project ook naar zich toe te trekken en de risico's die daarmee gemoeid gaan voor lief te nemen, terwijl het eigenlijk een project is wat niet thuis hoort bij een woningcorporatie. Nou, volgens mij trekt u twee conclusies waarvan ik net de hele tijd gezegd heb dat die niet correct zijn. Dan mag u het weerwoord tegenoverstellen. Kijk, dat wij initiatief toonden om zeg maar, het gerealiseerd te krijgen, dat nog niet duidelijk was hoe dat precies geregeld zou worden. Volgens mij is dat ook zo. En we gingen ook niet voor alle risico's. We gingen voor de risico's die bij ons zouden horen en niet iets anders. Als ontwikkelaar van woningen. Okay. Mijn collega Oskam wees al op de intentieovereenkomst. Ja. Waarbij de gemeente wel heel helder is over het feit dat als Rentree het wil doen, dat ook de risico's bij Rentree liggen. En daarvan zegt dan, toen zei Rentree van dan gaan wij dat sowieso, hè, dat zijn de gesprekken daarna geweest, dan gaan wij dat zeker niet doen. Dus wij moeten wel degelijk praten over welke risico's horen bij welke partij en wie. Ik ga met u verder naar de grondaankoop in Schalkhaar. Want naast die vernieuwing van de bestaande wijken is ook Rentree actief in het aankopen van grond waar nog op gebouwd zou kunnen worden. In februari 2008 koopt Rentree voor ruim 13,5 miljoen euro een stuk grond in het buitengebied van Deventer. Dat heet dus Schalkhaar. En op dit stuk grond is dan nog geen woningbouw mogelijk volgens het bestemmingsplan. Hoe is het voornemen tot deze aankoop tot stand gekomen? Ten eerste, en dan wederom, is zeg maar, onze kerndoelen. Die zijn daar leidend in geweest. En dit had natuurlijk in eerste instantie, was dat afgeleide, was vastgoedwaarde en het realiseren van woningen. Daar is een uitgebreid, en op basis daarvan, zeg maar, is een uitgebreid onderzoek geweest van moeten wij dat doen, inventarisatie, berekeningen. Dus er is een heel team mee bezig geweest van hoe gaan wij, als wij dit gaan doen, hoe gaan wij dat doen en wat kunnen wij daarvoor betalen. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een aankoop. Wat was uw persoonlijke rol daarbij? Die van bestuurder, dus het is een organisatie die het werk doet. En aan mij worden op een gegeven ogenblik daar conclusies en aanbevelingen voorgelegd. Mm-hmm. Maar ik geen onderhandelingen, geen prijsbepalingen enzovoort. Dat is niet zeg maar, waar ik voor ben. Nee. Dat hadden wij andere mensen voor. En met andere mensen bedoelt u binnen de Rentree? Mensen binnen de organisatie, ja. Wist u dat de verkomende partij ongeveer 9 miljoen euro winst zou maken en dat u eigenlijk als Rentree drie keer zoveel betaalde voor het stuk grond? Ik, in een van de stukken, en wel dus, of een van de stukken, ongetwijfeld is dat genoemd dat hij een aantal jaren eerder dat stuk grond voor een lagere prijs gekocht had. Ja, dat klopt. Dus dat wist u? Ja. Dat u daar dus drie keer zoveel voor betaalde, daar was u zich ook van bewust? Ja, dat betekent nog niet dat je het niet hoeft te doen. Kunt u toelichten waarom u dan toch vindt dat u dat... Omdat er een gereden kans was dat
En de inschatting was dat binnen een jaar of zeven dat stuk grond tot ontwikkeling zou komen. En dan zou onze plannen zouden daarmee gerealiseerd kunnen worden. Dus, maar die inschatting, waarop baseerde u dat? Uit visiedocumenten die er waren, uit de visie die voor Deventer Noord-Oost in ontwikkeling was, waar wij betrokken waren. Van de gemeente? Ja. Ook net van elkaar. Dus waren gemeentelijke stukken waar dat op gebaseerd werd. En daarin stond aangegeven dat er binnen zeven jaar er gebouwd zou worden. Nou, dat kijk, er zijn heel veel gemeentelijke stukken en er is heel veel dynamiek, ook in die periode in bouwen. Het gebied dat grenst aan de Phoenix-locatie, de Vijfhoek. De Vijfhoek was bijna helemaal vol gebouwd. Van de Vijfhoek zou de gemeente verder gaan in Steenbrugge. Er zouden ongeveer 1800 woningen gerealiseerd worden. Jaarlijks had de gemeente als doelstelling met corporaties afgesproken om 450 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Nou, dat betekent dat je in Steenbrugge na vier jaar ongeveer klaar bent. U haalt er nu wijken in de omgeving Ja, maar erbij. Die hebben alles... Ik heb het over Schalkhaar. Schalkhaar ligt in een omgeving. Ja. Dus dat heeft er alles mee te maken. Ja, maar Rantree koopt het stuk grond in Schalkhaar. En was er een bestemmingsplan voor dat stuk grond? Er was een bestemmingsplan. Tuurlijk, want het is bijna elk stuk grond is wel een bestemmingsplan. Maar u vraagt waarschijnlijk naar een bestemmingsplan woningbouw. Nou, uiteraard. Nee, dat was er niet, want anders was die prijs al drie keer zo hoog geweest. Dus u kocht dat stuk grond zonder dat er... Met de reële perceptie dat daar woningbouw zou gaan gebeuren. Ja, en mijn vraag is, op basis waarvan had u die reële perceptie? Op basis van de gemeentelijke stukken en de ontwikkelingen die er in de gemeente waren. Maar niet specifiek van het stuk grond van Schalkhaar? Daar was nog geen bestemming op en niet op dat specifiek stuk. Wel dat Deventer Noord-Oost, dat daar de hele visie op... ontwikkeld zou worden. En daar waren we ook vanaf wanneer gebeurde dit? De aankoop die is ergens in, vanaf 2007 waren we daarbij betrokken. Al. Hè, dus de aankoop was 2008 dat het getransporteerd is. En wij waren al bij die visieontwikkeling betrokken. Ja, ik probeer een beeld te krijgen van het moment dat u besluit om dat stuk grond aan te kopen. Dan kan ik me voorstellen dat je als corporatie dan toch wil weten of daarop gebouwd gaat worden. En of dat kan, of er ook een bestemmingsplan op komt. Ja. En dan kunt wel de gemeentes of de ruimte eromheen erbij halen dat daar een visie voor is geweest. Maar in uw afweging, voordat u die aankoop deed, had u feitelijk geen bevestiging dat u ook, ik noem het maar even, warme grond heeft gekocht. Of ging kopen. Wel dat het lauwwarm was. Lauwwarm. Want, ja, maar dan kijk je ook wat gebeurt er. Dus er zijn en gemeenten en andere, ook de andere corporatie en andere ontwikkelaars die daar al posities gekocht hadden in de directe omgeving. Dus daar liep al het een en ander een hele tijd. En wij kregen de mogelijkheid om dit stuk grond te kopen. Dus die afweging, die inschatting heeft u zelf... Op basis van de adviezen uit de organisatie. Ja, klopt. Okay. En u zou dat dus niet willen formuleren als een speculatieve aankoop? Wij hebben volgens mij helemaal de MG voldaan. En dat is absoluut geen speculatie geweest. Wat ons in het onderzoek opvalt is dat er een hoogspanningsleiding over de grondpositie loopt. Of een tracé, zoals dat zo mooi heet. En een van uw medewerkers geeft ook aan dat het een beperkende factor is. En ook u geeft dat aan in het directiebesluit dat dit consequenties kan hebben voor de woningaantallen. Heeft u bij het bepalen van de aankoopprijs hier rekening mee gehouden? Daar is rekening mee gehouden. En hoe ver zich dat vertaald heeft in de prijs, dat is niet groot geweest. Waarom niet? Dat is gewoon zo. Het verkoper wilde deze prijs hebben en wilde niet lager. Ja, maar u bent voor, het hele. Ja, tuurlijk. Je kan altijd zeggen, ik doe het niet. Maar ondertussen ga je wel, en dat is diezelfde medewerker, is met de gemeente in de slag geweest van, hoe zit het met de hoogspanningsleiding enzovoort. En daar heeft hij mij bericht dat er vanuit de gemeente het idee was om ontsluiting voor het achterliggende gebied via dat tracé te laten lopen. Maar dat is nadat u het heeft aangekocht? Nee, dat is voor het, dat ik het... Voor de aankoop? Voor de aankoop, ja.
En daarvan geeft u aan dat u gerustgesteld bent, ik zeg het even in mijn eigen woorden, door de gemeente. Ja. Dat die hoogspanningsleiding geen problemen zijn. Nee. Ja. Maar als ik gewoon als gewoon Nederlandse burger denk, er zijn toch weinig mensen die daar in de buurt willen gaan wonen? De vraag is, dat zou kunnen, maar als dat daar een weg, een ontsluiting is, waarbij je de afstanden in moet hanteren die daarvoor zijn. En ik weet even niet hoeveel dat is, maar het resulteerde nog steeds in 425 woningen, zeg maar, die we dan zouden kunnen realiseren. Prima. En daarbij heb ik ook begrepen dat de gemeente ook in Steenbrugge bezig was. Op wat ideeën toen de tijd over de grondbank. Waarbij sowieso maar de vraag was of die hoogspanningsleiding daar zou blijven. Maar het is voor u geen aanleiding geweest als koper om dat in de onderhandeling over de prijs. Het is wel, heeft wel degelijk meegespeeld, maar dat is uit de onderhandelingen niet uitgekomen. Nee. Waarom niet? Dat heeft degene die onderhandelt niet kunnen bereiken. Verder weet ik het ook niet. En heeft dat niet te maken met het feit dat u als koper dat graag wilde hebben en nee, niet stevig genoeg echt, in heeft onderhandeld? Dat we ook daar helder in zijn. Ik ga voor de doelstellingen. Ik ging voor de doelstellingen. Met dit stuk zou er een gedeelte ingevuld kunnen worden op langere termijn. Maar ik ben niet op die manier gehecht aan dat stuk grond of wat dan ook. Daar heb ik absoluut geen. Had ook ergens anders mogen zijn. Ja. Uit ons onderzoek blijkt dat er ook nog een andere corporatie interesse had in het stuk grond. Ja. Dat de verkoper het aan woningcorporatie Iedereen had aangeboden. En uit ons onderzoek blijkt ook dat Rentree een zodanig bod had uitgebracht voor de grond dat Iedereen, dus die andere corporatie, niet meer kon bieden. Mijn eerste vraag is, wetende dus dat er een andere corporatie is die belangstelling heeft voor, heeft u nog overwogen met Iedereen te gaan samenwerken? Ik heb op 4 oktober 2007 heb ik de bestuurder van Iedereen gesproken, mevrouw Tijhuis. Aangegeven dat ik graag met hun daarin op zou trekken. En ze hadden al 50 hectare in de omgeving. Met andere partners. En dat ik daar dan ook graag bij aan zou willen haken. Zij hebben mij een week later ongeveer laten weten, dat gaan wij niet doen. Oké, waarom niet? Zonder reden. Zonder reden. En dat vind ik heel jammer. Echt heel jammer. Kunt u het verklaren waarom er dan niet gekozen wordt voor samenwerking als twee corporaties een stuk grond willen hebben? Nou, ik kan het verklaren, maar speculeren. En ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik zou u toch willen vragen om een poging te doen om dat te verklaren. Want u zit in die sector, u kent uw collega's, collega-directeuren bij andere corporaties. Nou, daar waar wij met name een maatschappelijke coöperatie waren, stond Woonbedrijf Iedereen bekend als een vastgoedcoöperatie. Mm-hmm. Wat bedoelt u daarmee? Dat ik het helder heb? Voornamelijk, de ene is, wij waren meer maatschappelijk gedreven en Iedereen meer vastgoed gedreven. Dus die deden meer, minder aan de maatschappelijke kant, denk ik. Stonden ze in ieder geval niet onbekend. En ik denk dat zij doelstelling hadden om het zelf te verwerven en niet samen met een andere coöperatie. Dus je was concurrenten van elkaar. En volgens mij hebben ze grondaankoop. Ze hebben ze later zelfs. Als een van de stukken die ik gezien heb, is dat ze niet hun bedrijfspolitiek was om met andere coöperaties hierin op te trekken. Maar u werd daardoor dus concurrenten voor het aankoop van het stuk? Noodgedwongen, liever niet. Ja. Is er ook sprake geweest van het opbieden om de ander voor te zijn? In zoverre dat wij hebben op een gegeven moment een bod gedaan van €55 en direct en €25 nabetaling. Ik begreep dat de andere partij daar ook overheen wilde. En het advies van degene, die medewerker waar u net op doelde, die heeft geadviseerd om dan €80 op basis onder voorwaarden van exclusiviteit te bieden. Dus uw antwoord is ja, er werd dus door twee corporaties tegen elkaar opgeboden. Ja, precies. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat heel spijtig. En waarom vindt u het spijtig? Omdat ik
denk dat je, kijk, alhoewel je je eigen coöperatiebelang ook moet dienen, denk ik dat we uiteindelijk het maatschappelijk belang meer moeten wegen dan al het andere. Het is geld van de huurders. Want ja, maar dat betekent niet dat het een onverantwoorde beslissing en investering is, hè? Dus die afweging maak je nog steeds wel. Van, hé, hoe zit dat? Die prijs, wat betekent dat in de toekomst? En als wij na 7-8 jaar gaan ontwikkelen, en wat zit er dan nog voor ruimte dat en potentie? Dat kan ik volgen, maar het gaat er mij om dat dus het opbieden tussen twee corporaties, je geeft uiteindelijk dus meer geld uit aan een stuk grond, en dat je daarmee dus eigenlijk ook geld wat voor huurders bedoeld is, op die manier. Ja, maar, nee, maar ik denk dan zou moeten kijken of je die rekening op die manier ook bij de huurders neerlegt. En ik denk niet dat dat zo is. U kunt die euro maar één keer uitgeven als corporatie, toch? Ik denk dat wij de geïnvesteerde euro vele malen uitgeven, uiteindelijk. We krijgen hem ook via huur weer terug. Dus als je hem één keer uitgeeft, dan heb je hem weggegeven. Maar als je investeert in een woning, dan realiseer je wel degelijk daar ook een inkomstenbron uit. Ja, ik probeer u te begrijpen, maar laten we het dan nog heel even bij Schalkhaar, want ik denk dat we dan wel weer terugkomen op dit punt. Of het geld, of elke euro ook goed en effectief en efficiënt wordt uitbesteed. Heel even naar het stuk grond wat u aankocht. Want corporatie Iedereen, die ik net al aanhaalde, die schakelde een adviesbureau in om de mogelijkheden rondom Schalkhaar te onderzoeken. En uit dat rapport blijkt dat het stuk grond wat u heeft aangekocht als zeer matig gekwalificeerd vanwege die hoogspanningsleidingen die ik eerder aanhaalde. En mijn vraag is, heeft u extern advies ingewonnen bij de aankoop? Nou, dat rapport wat u aanhaalt, van wanneer is dat, als ik vraag mag? Dat is een rapport die in ieder geval iedereen voor de aankoop van het stuk grond heeft laten doen. Nee, dat klopt niet, want dat, volgens mij refereert u aan het rapport van Stekgroep. Van december 2008. Dat is bijna een jaar na aankoop. En het is na uitbreken kredietcrisis. Dus dat is ruim later. Nou, dank voor deze correctie qua feit. Maar dan blijft mijn vraag. Nee, maar dat is wel degelijk van effect. Omdat die... natuurlijk hebben wij... heeft vanuit de organisatie allerlei advies is er ingewonnen enzovoort. Mm-hmm. En daar is, zeg maar, het verzoek gekomen om dit, wat ik uiteindelijk getekend heb, om dit stuk grond aan te kopen. Nee, maar daarom zeg ik ook, dank voor de correctie dat het dus na de aankoop is geweest. Ja. Dat is helder. Maar dan blijft mijn vraag nog wel staan. Heeft Rantree een externe adviesbureau in de arm genomen voor de aankoop om zich te laten adviseren? We hebben niet een extern adviesbureau in die zin in de arm genomen. Nee. Waarom niet? Omdat alle kennis en expertise op dat stuk in de organisatie was. En ik genoeg dat voldoende om dit te wat beoordelen. Wat vond u toen en dat vindt u nu nog steeds? Ja, zoals ik dat kan beoordelen, dan denk ik dat dat toen nog steeds. U voelde niet de behoefte om een derde te laten adviseren wat de reële prijs is voor het stuk grond wat u aankocht? Nee, daar is er was een planeconoom bij betrokken intern die daaraan aangerekend heeft. En uiteindelijk doet een externe dat ook. Die gaat rekenen, wat wilt u daar realiseren? En ja, dan gaat hij ook rekenen. Paste de aankoop binnen uw bestuursmandaat? Ja. En uw bestuursmandaat was? Wat er binnen de begroting stond. Weet u dat nog uit uw hoofd? Dat was voor deze aankoop was dat 15 miljoen. En hoe heeft u uw raad van toezicht hierover geïnformeerd? Via de normale weg. Heeft u ook instemming gevraagd vooraf? Ik heb niet vooraf, maar er is wel degelijk goedkeuring verleend op de begroting. En op basis daarvan is de aankoop gerealiseerd. En er is verantwoording achteraf voorgelegd middels de jaarrekening. En daar is dit nog een keer aan de orde geweest. En het is ook goedkeuring opverleend. Maar daarvan zegt u, omdat die bestuursmandaat 15 miljoen was en ik bleef daaronder, heb ik niet vooraf de Raad van Toezicht om instemming gevraagd. Nee. Maar het was wel degelijk aantal keren besproken en we hebben het erover gehad. En, voor de aankoop? Voor de aankoop, ja. Ik
Kort na uw schorsing op 4 november 2009 ontvangt de rentree de taxatieverslag van de grondpositie in Schalkaar. En anderhalf jaar na aankoop zijn we dan. En daaruit blijkt dat de taxatiewaarde ligt op 2,1 miljoen. Eerder heb ik ook aangegeven, u heeft de grond aangekocht voor 13,5 miljoen. Ja. Hoe verklaart u dat verschil? Nou, volgens mij staan er een aantal bedragen meer in dat taxatierapport. Maar een kredietcrisis en een bankencrisis verder is wel verklaarbaar. Dat er zeg maar naar iets anders naar waardering gekeken werd. Kijk, ik heb zelf opdracht gegeven om die taxatie uit te laten voeren. Omdat we de waarde, zoals het op dat moment voorlag, met wat je er mee wilde, kon doen en wilde doen. In de balans op te nemen. Maar u zegt als argument, anderhalf jaar na aankoop blijkt dus de waarde. We hebben het over een verlies van 11 miljoen. Anderhalf jaar na de aankoop. Dat komt allemaal door de kredietcrisis? Dat komt voor een heel groot deel door de kredietcrisis, ja. En voor een ander deel? Ja, dat weet ik niet. Ik heb verder die taxatie heb ik verder niet kunnen bespreken met de taxateur of zo. Dus dat weet ik niet. Maar dit is rentree. Wij wilden zeg maar een waarde en dat het minder zou zijn op dat moment. Dat was duidelijk. Dus we wilden dat ook laten zien in de balans. Maar daar is wel een verlies. Maar er is geen geld verdampt of zo. Laten we daar ook helder over zijn. Kunt je dat toelichten? Er is geen geld verdampt? Nou, het is pas verdampt op het moment dat het stuk grond er ook niet meer voor rentree zou zijn. En dan het echt uitgegeven zou zijn en je hebt er niks voor teruggekregen. Die potentie is er nog steeds. Nou komen we op dat punt waarvan ik eerder zei, daar kom ik op terug. Die euro kun je maar één keer uitgeven. En u heeft in dit geval een stuk grond duurder aangekocht. Of meer betaald dan het wellicht waard is achteraf. Maar u had natuurlijk ook de inschatting kunnen maken met die hoogspanningsleidingen. Dat soort zaken wel effect hebben op het prijskaartje. En toch heeft u daarvoor gekozen. Wellicht ook door de concurrentie die op de loer lag om het stuk grond duur aan te kopen. Kunt u nog steeds volhouden dat het geld zozeer verdampt, maar in ieder geval dat het geld slim genoeg is aangewend? We hebben in de afwegingen de hoogspanningsleiding meegenomen in onze in de prijs die wij bereid waren om te betalen. Die hoogspanningsleiding is er nog steeds, het stuk grond is er nog steeds. We hebben betaald dat het niet in 2015, zoals wij gehoopt en gepland hadden, tot ontwikkeling zou komen. Dat is een gegeven, maar het is nog steeds niet weg. Ook rentree heb ik nog niet gehoord dat ze voor 1,1 miljoen vanaf willen. Dus het is er nog steeds en dan zit natuurlijk... Hoe langer het duurt, hoe meer je eigenlijk rente toe ze moet rekenen en hoe moeilijker dat wordt. Hè? Dus dat, maar ik denk dat het nog steeds een goede beslissing was. Er is niet met geld gesmeten. Er is gewoon heel gecalculeerd en bewust risico genomen op de ontwikkeling. En op het. Dus ik denk dat het een goed besluit geweest is. Ondanks dat u er 13,5 miljoen voor betaalt en het uiteindelijk na anderhalf jaar maar 2,1 miljoen. Ja, maar dat kon ik toen niet meewegen. Dat kan ik dan niet rijmen met het argument dat u nu aangeeft dat rentree gewoon bereid was om dat bedrag te betalen. Omdat we er toen naar gekeken hebben. En wij konden niet in de kristallenbol kijken in de toekomst. En natuurlijk heb je op basis van wat er gebeurt, heb je verwachtingen en over wat er ontwikkelingen zouden kunnen zijn. Maar we hebben ook nooit ingerekend wat de woningexploitatie op zou leveren. Dus we hebben echt helemaal als stuk grond op de balans gehad. Verder niks. Ondanks dat gat van 11 miljoen... vindt u het nog steeds een juiste beslissing? Om dat Absoluut. Stuk grond voor dat bedrag... Absoluut. Zeker een goede beslissing geweest. Dus niet met geld gesmeten, wat dat betreft. Nee. Kunt u het begrijpen dat ik dat niet helemaal kan volgen? Omdat, kijk, waar ik mee geconfronteerd word, en maar goed is dat er teruggekeken wordt. Maar je neemt niet een beslissing op basis van terugkijken 2 jaar later, of 3 jaar later, of 4 jaar later.
Maar ook je moet een beslissing moment... nemen op het moment dat, dat het zich voordoet. Ja, dat is logisch. Maar dan schat je alles in. Maar zelfs op het moment dat u de beslissing neemt, geeft u zelf aan, u ziet de risico's. We hebben het gehad over die hoogspanningsleiding. Ja. We hebben het gehad over, u bent zich bewust dat er andere kapers op de kust zijn. Dat zijn allemaal elementen waarvan ik de vraag stel, ja, was het toch niet zo slim om dan dat bedrag daarvoor te betalen? Maar ik heb van u nog niet gehoord dat de risico's die we toen benoemd hebben, geleid hebben tot het niet bebouwen. Dus hoogspanningsleiding, dat risico was er, maar het is niet een argument om nu niet te bouwen. Dus u weegt risico's van toen op een andere manier nu. Sterk, ik wil het niet ingewikkelder maken dan het is. Het enige wat ik constateer, dat is het moment wat ik nog kan volgen, is dat u er een bedrag voor 13,5 miljoen voor betaalt. Ja. En anderhalf jaar later blijkt dat het bedrag toch behoorlijk hoog is, namelijk 11 miljoen te hoog. En ik zou toch graag willen weten of u nog steeds vindt dat dat... hele slimme aankoop is. Ik bestrijd dat dat te hoog is. Er is een andere waardering aangehangen. Mm-hmm. En dat heeft alles te maken met hoe er op dat moment naar gekeken wordt. Maar dat is tijdelijk en waarderingen die veranderen in de loop der tijd. Maar ook terugkijkend zegt u van, dit was een hele goede aankoop. Er is toen gewoon een goed besluit genomen. Zorgvuldig, risico's afgewogen. Meneer Teuber, de commissie wil u wel nog even een document voorhouden. Ik verzoek even mevrouw De Bode om dat document even op te halen bij de griffier. En dat aan de getuige te geven. Dan is het woord aan de heer Oskam. Ja, ik zal het ook even inleiden hoe dat zo gekomen is. Ik stelde net, voorzitter, de vraag aan de heer Teuber. Hoe verhoudt zich die 4 miljoen, wat de overeenkomst eigenlijk met de gemeente was voor het project Amstellaan, nu met de garantstelling van 26,5 miljoen die aan het ministerie is gemeld. En we kwamen daar niet zo goed uit, de heer Teub en ik. Ook al omdat hij het niet herkende. Inmiddels hebben wij die brief gevonden. Het gaat om bijlage 2.6 van het dossier Rentrée. En dan specifiek om bladzijde 2. En dat is een brief van 30 september 2009 aan het ministerie van VROM, WWI, van de hand van de heer Teub. En daar gaat het om het melden van het project Amstellaan in het kader van de nevenactiviteiten. En daar lezen we even samen, meneer Teuber. Mag ik even een bril regelen? Ja, dat kan. Nu zien we gelijk wie er allemaal bij u horen. Ja, bij iedereen. Kan de Bode dat ook weer dadelijk even in goede banen... Het zijn inderdaad hele kleine lettertjes. Als het goed is, heeft de griffier het al geel gearseerd. Ja, ik zie wat geels in ieder geval. Ja, daar gaat het om. Ja, het gaat om pagina 2. Dus u kijkt nu op pagina 1. Dat is zeg maar, daar staat het projectvoorstel genoemd. En die andere bladzijde, nee, nu slaat u hem om. Ja, nee, dat weet ik. Ja. Maar ik zat even te kijken wat ik nog meer voorzinnigs daarin staat. Dus, Wacht even op de bril. Ja, wacht even op de bril. Tenzij u zegt, ik kan het toch wel lezen. Nou. Ja, het gaat eigenlijk om het hele project, het ontwerp en realiseren van de verdiepte aanleg van de Amstellaan, met overbruggingen door viaducten, openbaar gebied en woningen over de Amstellaan, over kluizen en over huizen, zoals het genoemd, inclusief fietspaden en kunstwerken. We kunnen wel heel lang wachten. Het is iets meer dan Amstellaan. Het is iets meer dan Amstellaan alleen. Ik zal even voorlezen wat er nou op bladzijde 2 precies staat. En dan is het halverwege de bladzijde, dat gele.
Daar staat de toegelaten instelling, lees rentrée, staat garant tot maximaal haar eigen bijdrage, zijnde 26,5 miljoen euro, exclusief btw en financieringskosten. En dan blijft toch nog steeds de vraag overeind. U heeft intentie om voor 4 miljoen bij te dragen aan het hele verhaal. Maar tegen het ministerie zegt u in het slechtste geval, zeg ik even met mijn eigen woorden, kost het 26,5 miljoen. Ja, en hoe kan dat nou? Dat klopt. Maar die activiteit is dus meer dan Amstel aan alleen, hè? Nee, maar... Ja, maar ja, dat budget hangt natuurlijk aan de totale activiteit. Dank u wel. Uw bril, dank u wel. Nee, maar dat is steeds de intentie geweest. Want u heeft uitgelegd waarom u meedeed. U zei van ja, wij zitten met een stukje leefbaarheid, een stukje veiligheid. Die wijken bij elkaar brengen. Dus u had als corporatie had u daar belangen bij. Die heeft u duidelijk uitgelegd. Prima. Maar nu is de vraag, en het gaat nog steeds over hetzelfde. Vandaar dat ik die activiteit die u ook op bladzijde 1 heeft gezet. Die is heel breed. Dat hele project Amsterdam. En daarvan zegt u tegen de minister, in het slechtste geval kost het 26,5 miljoen. Er zit een enorm gat tussen. Het is bijna 7 keer zoveel. En daar wil ik graag uitleg over hebben. Niets meer en niets minder. Die totale kosten die wij hier noemen, die hebben betrekking op alles wat daar voor staat. Dus dat heeft alles te maken met ontwerpen, realiseren, verdiept aanleg van de Amstelaan met overbruggingen door viaducten, openbaar gebied, woningen over de Amstelaan, over kluizen en over huizen. Ja. Inclusief de aanleg van fietspaden met bijbehorende kunstwerk, aanpassing. Dat snap ik. En waar ziet dan stel ik de vraag anders. Waar ziet die 4 miljoen dan op? Waar tekende u voor toen u zei, ik doe voor 4 miljoen, ga ik erin? Dat was aanvullend budget voor het verdiepen van die Amstelaan. Dat is het enige. Puur en alleen voor de weg? Ja. En de rest, dat slaat met name op wat in het rest van het stedenbouwkundig plan gebeurt rondom die infrastructuur. En dat waren eigenlijk ook taken die de gemeente op zich had moeten nemen? Nee, dat denk ik niet. Omdat op het moment dat je met een stedenbouwkundig plan aan de gang gaat en daarmee ook ingrijpt in stedenbouwkundig, ben je als ontwikkelaar ook verantwoordelijk voor een groot deel van de infra buiten die Amstelaan. Maar dat was toch eigenlijk, als ik uw woorden goed begrijp, want u heeft steeds gezegd van ja, we hadden een breder doel. Het ging om die bewoners, het moest veiliger worden, die weg die moest zorgen dat die wijken weer bij elkaar kwamen. We zouden er omheen bouwen. Het was toch altijd al het doel geweest om dat breder aan te pakken. Het was toch echt een project, het was toch niet alleen die weg. En dat is wat hier nu beschreven wordt en waarvan het budget ook in dit verhaal staat. Oké, en dat was verantwoord voor een woningcorporatie? Dat was verantwoord in de totale realisatie van het fysieke gedeelte in Rivierenwijk. Okay. Dat zat in de grondexploitatie. Heb ik op dat punt geen vragen meer. Nee. Dank u zeer. Ik verzoek mevrouw de Bode even dat stuk weer op te halen bij de getuigen. En dan schors ik deze vergadering voor maximaal 10 minuten. Kan de Bode meteen de getuigen naar buiten brengen.
Ik verzoek de griffier de getuigen weer binnen te geleiden. Ik heropen de vergadering. Meneer Teube, het woord is aan de heer Oskam. Ja, meneer Teube, we gaan eens even naar de organisatie van Rantree kijken. Hoe u te werk ging en hoe de wisselwerking was met de Raad van Commissarissen. We doen dat ook aan de hand van de financiële risico's. Hè, want de eerder genoemde projecten Rivierenwijk en Amstelaan de grondaankoop in Schalkhaar laten zien dat er natuurlijk toch risico's aan dit soort projecten zit. En dat je die moet kunnen beheersen. Bij Rantree was een aparte organisatievorm. Dat zijn we niet bij heel veel organisaties tegengekomen in de corporatiesector. Namelijk dat er veel aparte BV's waren die onder de paraplu van de woningcorporatie vielen. Hoeveel BV's had u nou eigenlijk bij Rantree? Ik heb ze niet geteld. Niet geteld? Nee. Maar waren er wel wat? Nee. Maar waarom in BV's? Dat heeft alles te maken met waar ik in het eerste deel over... wat ik gezegd heb over onze kerndoelen en wat wij daarmee wilden bereiken. En dat hebben wij invulling gegeven, functioneel, maar ook in een juridische structuur. En dan is er een BV die de woningen verhuurt en exporteert... Ja. En er is een BV die de maatschappelijke dingen doet. En er is een BV die bezig is met vastgoedontwikkeling. Maar het is eigenlijk een beetje een waarom-vraag. Waarom doet u dat? Doet u dat om het zichtbaar te maken dat de vuurafdeling goed draait... en dat de onderhoudsafdeling dat er geld bij moet? Wat zit daarachter? Het wordt absoluut daar transparant door. Omdat je daardoor duidelijk laat zien van dit is de budgetten die we daarvoor over hebben. Dit is wat er uitgegeven is. Dit zijn de resultaten. Op de verschillende onderdelen. En dat maakt het, in mijn ogen, heel transparant ook naar de omgeving toe. Oké, maar dat is een boekhoudverhaal. Even in de praktijk, u bent de baas, u heeft een aantal BV's, vallen onder Rantree. Daar geeft u direct of indirect geeft u daar leiding aan. Is dat nou makkelijk als het zo versnipperd is? Het is nogmaals niet versnipperd, want het is juist in zijn totaliteit is het precies wat een corporatie anders ook is. Ja. Alleen we maken zichtbaar wat er binnen de verschillende taakgebieden gebeurt. En dat maakt het ook helder om aan te sturen. Daarmee laat je dus ook zien dat je niet een woning verkoopt om een exploitatietekort op personeelsgebied bij wijze van spreken te dekken. Nee, dus u houdt het zuiver, want u zegt ik heb verschillende schotten. Ja. En de ene afdeling doet dit en die hebben hun eigen BV. Ja. Even kijkend naar anderen. Want wat doet het met het personeel? Want ik kan me ook zo voorstellen dat je dat de ene BV van de andere BV niet weet wat ze doen. Of niet precies weet wat ze doen. Nou, wat we hebben hier een paar jaar voor genomen om dat te realiseren. Dat betekent dat we alle activiteiten onder de loep genomen hebben. Dat we heel duidelijk hadden van wie doet nou wat. En dat hebben we uit elkaar gehaald. Maar ondertussen ook weer de verbindingen gezocht. Dus duidelijk was van daar waar het functioneel nodig was, dat de een de ander ook erbij zou trekken als iets moet gebeuren. In opdrachtsfeer en opdrachtnemerschap ook. Dus praktisch was het wel goed geregeld, zegt u? Absoluut, ja. Dan even kijkend naar de Raad van Toezicht. Want die moeten in plaats van één jaar rekening, een stuk of 9, 10 jaar rekeningen, afhankelijk van het aantal BV's, overzien, goedkeuren. En ook de onderlinge samenhang beschouwen. Ja. Lijkt me lastig. Is dat zo? Ja, het zou heel goed kunnen. Ik vraag het aan u. Want nou, het lijkt mij niet lastig. Nee. Want nu, anders moeten ze een jaarrekening van één stichting goedkeuren... waar in feite precies hetzelfde gebeurt. Maar dan moeten ze het op afdelingsniveau bekijken.
Het is volgens mij een handvat om, om juist goed inzicht te krijgen, ook van de Raad van Toezicht, in wat er precies binnen een corporatie op alle gebieden speelt. Ja. Ze hebben niet bij u erover geklaagd dat ze zeiden, nou, dat is onwerkbaar op deze manier voor ons. Met name achteraf hebben ze daar van alles over geroepen. Ja. Maar niet in de tijd dat u daar met hun de kar trok? Nee, uiteraard is er wel gekeken van hoe gaat die aansturing dan? En hoe zit dat dan? En dat zijn normale vragen volgens mij die over en weer gesteld en beantwoord worden. Ja. Nou lijkt dat model wat u hanteerde wel erg op het, tenminste misschien bent u wel de bedenker, dat weet ik niet, maar op het model van Johan Konijnes, een hoogleraar, die heeft veel over de woningcorporaties geschreven en nagedacht. En hij noemt dat het driekamermodel. Dat model van u, hè, is dat nou ook door andere woningcorporaties geadopteerd of omarmd of meegenomen? Niet dat ik weet, maar daar deden we het ook niet voor. Nee, u deed het echt voor rentree, dat snap ik wel. Maar goed, goed ja, voorbeeld doet... U deed het echt voor bewoners. En dat daarmee het handelen en acteren van rentree beter werd. U bedenkt uw eigen vragen, want we hadden natuurlijk het personeel gehad en de Raad van Toezicht, maar de bewoners die waren ook erg enthousiast over dit model. Ja, die hebben er op zich weinig mee te maken. Die hebben met mensen te maken. En ja. Die mensen, die waren er. Want rentree had wel één telefoonnummer. Ja. En ze wisten hem allemaal te vinden. Ja, klopt ja. Ook. Misschien uit de onverdachte hoek. Is er nog wel kritiek gekomen op dit model? Weet ik niet. Iedereen zal ongetwijfeld, als hij zich erin verdiept, een mening over hebben. En vaak, als ze zich er niet in verdiepen, hebben ze ook wel een mening. Dus, Oké. Nou, wat we gedaan hebben, meneer Teube, is toch ook even gekeken naar de bedrijfslasten van rentree. In de periode dat u daar de scepter zwaaide. We hebben de periode van 2005 tot 2008 genomen. En daar hebben we gezien dat de bedrijfslasten zijn opgelopen met 135%. We hebben dat vergeleken met corporaties die ongeveer dezelfde grootte precies kan je dat natuurlijk niet doen, maar wel corporaties die vergelijkbaar zijn met rentree. Ja. En ook wel met landelijke het corporatiebeleid. En 2008 gaf rentree €872 meer uit per verhuureenheid, per woning, moet ik zeggen, dan de corporaties die in dezelfde hoek zitten. Hoe verklaart u dat? Zoals ik net zei, we hebben een paar jaar uitgetrokken voor die organisatieontwikkeling. We hebben daar voor 2007 en 2008 2,5 miljoen aan extra budget voor gereserveerd. Wat ook nagenoeg opgegaan is, denk ik. Dus dat zijn bewuste keuzes geweest die we vooraf gemaakt hebben. Waar de Raad van Toezicht bij betrokken geweest is en ook haar akkoord opgegeven heeft. Dus dat die bedrijfslasten hoger geweest zijn in die periode, dat klopt. Dat was ook de verwachting dat dat zou gaan gebeuren. En moet ik dan uit uw woorden opmaken dat op termijn dat wel weer terug zou lopen? Absoluut, want in 2009 zou je al kunnen zien dat de kaststromen al een stuk beter werden dan het jaar ervoor. En dat was uiteraard ook voor de jaren erop ook gepland. Ja. Maar waar zit die verhoging nou met name? Dat zit met name in personeelslasten. Een hele hoop, we zijn met het personeel zijn we het traject ingegaan, wilden het met het personeel ook doen. Maar dat betekent ook dat er mensen in een mobiliteitstraject kwamen. Dat betekent dat je mensen in moet huren, want ondertussen blijft de winkel open. Ja, en ik wil ook daarbij benadrukken dat we in 2008 ook het als enige corporatie in Nederland het maatschappijlabel, KWH-maatschappijlabel behaald hebben. Dus dat geeft aan dat ondanks dat er veel gebeurde in de organisatie, de prestaties zeker meer dan op niveau bleven. En dat kost wel geld, dat is zo. Ja. Nou, u wordt niet alleen door de parlementaire enquêtecommissie bekeken, maar destijds ook door het, en nu nog steeds, door het Centraal Fonds Volkshuisvestingen. Dat is de externe financiële toezichthouder van het ministerie. Die kijken of corporaties hun zaak op orde hebben financieel. En die geven daar dan ook een oordeel over. En in 2009 heeft het Centraal Fonds gekeken naar de voorgenomen activiteiten van rentree en gezegd dat die eigenlijk, en dan hebben we het over de dingen die mevrouw Hartje ook met u besproken heeft en Amstelwijn, niet passend zijn bij jullie financiële positie.
En Rentree heeft toen een zogenaamd B1-oordeel. Nou, dat snapt natuurlijk niemand in Nederland. Maar dat is eigenlijk een negatief oordeel. Dat je zegt, nou, de komende jaren gaan er wel problemen ontstaan als we op deze manier verder gaan. En de vraag is, had u dat oordeel zien aankomen van het Centraal Fonds? Was u verrast? Ik heb de indruk dat u twee brieven van het Centraal Fonds bij elkaar voegt in deze vraagstelling. Want het liquiditeitsoordeel van augustus 2009 wordt juist aangegeven dat het Centraal Fonds van oordeel is dat het B1-oordeel alleen door de macro-economische ontwikkelingen veroorzaakt wordt en dat Rentree prima in staat zou zijn geweest zonder dat die ontwikkelingen om haar voorgenomen activiteit uit te voeren. Het andere stuk, dat is volgens mij na mijn vertrek geweest, heb ik niet met het Centraal Fonds over kunnen praten en van mening kunnen wisselen. Nee. Dus, maar een B1-oordeel, dat geeft de meeste woningcorporatiedirecteuren geen goed gevoel? Het is niet leuk, maar zoals ik net aangaf, kwam dat door de macro-economische ontwikkelingen. Okay. En niet door... Afgezien daarvan, hè? Had Rentree voldoende financiële buffers in die tijd? Want u begon zelf over de liquiditeit. Dat is perceptie, hè? Van wat zijn je financiële buffers? Natuurlijk waren wij op zoek naar aanvullende financiering buiten het waarborgfonds, als u daarop doelt. Omdat het waarborgfonds, en we hadden qua kaststromen niet een hele goede periode achter de rug, want net toegelicht. Ja. Sinds 1 januari 2008 ook 2% normatieve aflossing op de leningportefeuille als extra eisen ingevoerd had. Dus vandaar dat wij op zoek waren naar aanvullende financiering voor onze investeringsopgave en niet ter dekking van organisatielasten. En voor organisatielasten was er voldoende financiële buffer. En dat daarbij aangeven dat sinds uitbreek van de kredietcrisis ik ook gezegd heb dat er dat was een oekase binnen de organisatie. Er gaan geen verplichtingen worden aangegaan, investeringsverplichtingen, als er geen bijpassende financiering is. Maar Schalkhaar en Amstelaan speelden geen enkele rol dan, volgens u? Schalkhaar was al aangekocht. Dus dat was ervoor. Ja. Daar konden we ook zelfs borging op krijgen, heb ik toen begrepen. Maar hebben wij toen niet ondergebracht bij het WSW, omdat wij andere financiering zochten. Hm. En Amstelaan zat ook in de plannen, maar ook Amstelaan zouden wij dus financiering voor moeten hebben. Ja. En daar was u ook met het Waarborgfonds over bezig? Wij waren met het Waarborgfonds, en dat is een van mijn discussie met het Waarborgfonds was... jullie geven een faciliteringsvolume voor een paar jaar, ja. Maar we gaan een herstructurering in die 10 jaar duurt. Dus ik wil dan liever op projectbasis, dat is iets wat ze al niet meer deden, met jullie afspraken maken, zodat voor elk deelproject, ja. Als dat 4 jaren langer duurt, dat we daar in ieder geval de financiering met elkaar voor afgesproken hebben. Eigenlijk zoals u ook uw organisatie leidde, gewoon in brokken, dat is het en daar hebben we het over. En zo moet je het ook bekijken. Ja, want ik denk dat niemand erbij gebaat is dat je ergens halverwege, als je 400 woningen gesloopt hebt, dat je er 200 terugbouwt. En dat dan, om wat voor andere redenen ook, want ook WSW is onderhevig aan invloeden van buitenaf. Zegt van, ja, wacht even, nu verlenen we geen borging meer. Ja. Want u noemde al even faciliteringsvolume. Dat is eigenlijk, laten we het maar makkelijk zeggen, een soort kredietruimte die een corporatie heeft... bij het waarborgfonds waarvan ze zeggen, nou, tot dat bedrag willen wij wel borgen. Hè? Goedkoop lenen komt het eigenlijk op neer. Heeft dat Centraal Fonds, die hebben dat B1-oordeel uitgesproken, en het waarborgfonds, hebben die nou signalen afgegeven aan Rentree, behalve dat die B1-oordeel, dat die financiële positie toch tricky was? Waar het doorkomt is even niet belangrijk, maar het gaat er eigenlijk om... Hebben ze dat signaal aan u gegeven, Waarborgfonds? Ja, oké. Okay. U had het net over Centraal Fonds en Waarborgfonds. Waarborgfonds. Ja. Waarborgfonds waren wij in de discussie over andere financiering in de toegelaten instelling. Maar Waarborgfonds wil niet en geborgde financiering en andere soorten financiering in de toegelaten instelling. Nee.
En ja, daar keken ze naar. Daar hadden ze hun commentaar op. En volgens mij waren we daar gewoon met ze over in gesprek. En we wilden, nou, lopende die gesprekken toch inzetten op financiering zonder waarborgfonds voor het aanvullende deel van onze portefeuille. Ja. Maar laten we het even sec houden. Het waarborgfonds die kijkt, dat hebben ze ons ook wel duidelijk uitgelegd. Wij kijken naar de plannen van een woningcorporatie. Maar ze kijken vooral of de lening die geborgd is, of die terugbetaald kan worden. Of de mogelijkheid er is. Ja. En de vraag is dan toch nog een keer, heeft het waarborgfonds tegen u gezegd, meneer Teube, linkersoep, zoals het nu gaat met de markt en die aankopen en die projecten, dit gaat een keer fout. Hebben ze dat gezegd? Of? Nee, heb ik niet zo gehoord. Maar... Nou, dan gaan we even door naar de relatie met de Raad van Toezicht. Wordt soms verschillend genoemd. Hè? Je hebt af en toe de Raad van Commissarissen, maar bij Rentree heet het de Raad van Toezicht. En mijn eerste vraag is eigenlijk, is ook een logische vraag. Hoe vindt u dat, hoe vindt u dat de Raad van Toezicht functioneerde in die tijd dat u daar zat? Waren ze... Mijn beeld over de Raad van Toezicht is dat ze kennis en kunde hebben uiteraard, dus ook wijsheid. De vergaderingen goed voorbereid worden, dat er dossierkennis is, dat ze aanwezig zijn op de vergaderingen. En, ja. Op verschillende onderdelen heb ik daar lacunes in ervaren. Dus voor mij is het niet de sparringpartner gebleken die ik mij gewenst had. Nee. En wat ontbrak er aan? Waar ging het mis, zeg maar? Waar lieten ze het lopen? Nou, onder andere dossierkennis, maar ook dat er niet altijd iedereen er was. Voorbereiding van de vergadering werd op het laatste moment werden agendapunten toegevoegd, bijvoorbeeld. En dan heb ik het nog niet over de individuele voorbereiding van de leden. Ja. Nou, is voorbereiding een beetje een mooie, want het is, daar zit natuurlijk interactie in, hè, als commissaris. Nou, je krijgt een vergoeding, dus je moet ook daar wel wat voor doen. Je moet zorgen, je verdiepen in de corporatie, in de plannen. Ja. Je moet zelf, denk ik, ook actie ondernemen. Aan de andere kant is dat de directeur-bestuurder natuurlijk ook wel de spullen op tafel moet leggen, zodat zij weten wat ja, nou ja, klopt. Uw wereld is. Ja. En hoe ging dat? Ging dat goed? Nou, in mijn beleving heb ik alles op tafel gelegd wat ik... Wat op tafel gelegd moest worden. Wat ik niet ervaren heb, is dat er een toetsingskader was, behalve zeg maar, de reguliere zaken die vanuit de wetgeving volgen. Waarbij de Raad van Toezicht ook aangeeft welke spullen hebben wij nou echt nodig voor wat wij denken dat onze toezichthoudende taak is. Dus dat bleef lastig, zeg maar. Dus dat. Ja, ook daar zit natuurlijk weer een wisselwerking in, hè? Want ik hoorde u net zeggen, u had een bestuursmandaat geloof ik van 15 miljoen. Nee, het was alleen voor dit stuk, voor alleen aankopen, was er een 15 miljoen. Maar als het op was het stoppen. En wat was uw normale bestuursmandaat? Begroting. Wat er in de begroting stond, dat was mijn bestuursmandaat. En als er een vastgoed aankoop zou zijn die niet in de begroting stond, maar boven de 2,5 miljoen, dan moest ik terug naar de voorzitter van de Raad van Toezicht. Okay, maar dat zijn redelijke bedragen waarin je overleg moet plegen met de... Ja, vind ik wel. En ook die 2,5 miljoen hadden we bij betreft wel uitgemogen. Dus, maar die stond alvast voordat ik bestuurder werd. En qua kwaliteiten? Hadden de mensen de kwaliteiten? Behalve dat ze gestudeerd hadden? Nee, ik begon met kennis en kunde. En ja, ik denk dat zeker voorhanden was. Maar dat het juist op andere punten... af en aan niet was wat het zou moeten zijn. Okay. Of wat ik in ieder geval gewenst zou hebben. Ja. Nou, in 2008 zijn er wat mutaties. Hè? En dan komen de heren Kemperman en Van Herwaarde in de Raad van Toezicht. Ja. Gaf dat nog verschillen in hoe u over de Raad van Toezicht dacht en ook hoe u met de Raad van Toezicht omging? Nou, voor alle duidelijkheid, ik had het net met name over deze laatste samenstelling. Vanaf 1 januari 2008. Want voor die tijd was het? Voor die tijd zijn er een paar uitgegaan. Maar goed, de verwachting was dat het kwalitatief elke keer beter zou zijn. En, ja, dat was het streven. Ja. Okay.
Nou goed, u heeft al uitgelegd dan dat in 2008 toch eigenlijk geen echte verbetering optrad. We hebben de verslagen van de Raad van Toezicht er maar eens op nagekeken. En dan zien we wel dat er in die periode kritische vragen worden gesteld over de risicobeheersing. Dat is logisch, want we hebben het net ook al over gehad. Dat waren ook wel onze vragen. Omdat die mensen die vragen gingen stellen, heeft dat nog iets in uw beleid gedaan? Dat u dacht van ik ga op een andere manier dat risicomanagement aanpakken? Wij waren al druk bezig, net als elke keer weer, dat je probeert om je risico's zo goed mogelijk te managen. Uiteraard stelt een raad van toezicht daar ook vragen over. En moeten ze zich ook vergewissen van het feit dat dat ook goed ingevuld wordt. Daar kijkt ook een accountant naar. Daar heeft ook het Centraal Fonds maakt daar een inschatting van. En ook daar is de afgelopen jaren, de laatste jaren dat ik er was in ieder geval, op basis van ook het oordeel van het Centraal Fonds gebleken dat dat goed op orde was. Dus er was geen aanleiding om iets te veranderen in het beleid op dat gebied? Behalve dat je elke keer streeft naar nog betere risicobeheersing. Okay. Dus, maar in beleid niet, maar in uitvoering dan wel, als we dat zo wil zien. En daar haalde u behalve de accountant ook externe adviseurs bij? Daar hebben we ook externe adviseurs bij gehaald, ja. Okay. Nou, hadden we het net al over hoe je een goed lid van de Raad van Toezicht kan zijn. En er zijn wel leden van de Raad van Toezicht die zeggen, nou ja, we moeten onszelf actief opstellen. En in uw Raad van Toezicht was een auditcommissie, gaat over de financiën. En die zijn zelf met de accountant gaan praten. En nou ja, je kan zeggen dat is heel goed. Je kan ook zeggen, ja, dat is heel vervelend. Want er zijn natuurlijk wel bestuurders bij die dat niet zo heel leuk vinden. En wat vond deze bestuurder ervan? Wanneer zijn ze met de accountant gaan praten? Want volgens mij wilden ze hem juist niet bij de auditcommissievergaderingen hebben. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze dat gedaan hebben. Ja, maar we hebben toch uit de stukken gevonden dat leden van de Raad van Toezicht, met name de mensen uit de auditcommissie, ik noem maar even Kemperman, zelf met de accountant is gaan praten over de begroting. Staat mij niet bij, want dat volgens mij niet. En dat daar nog een paar... Volgens mij heeft hij een e-mail gemaakt met vragen, maar dat is iets anders. Nou, we zullen zo even op doorgaan, maar er kwamen wat konijnen uit de hooghoed, kan ik u zeggen. Maar u vroeg wat ik daarvan vond. Ja, ik heb daar geen enkel probleem mee. Want volgens mij is de verhouding zelfs zo dat de Raad van Toezicht opdrachtgever is aan de accountant. Dus volgens mij moeten ze ook met hem praten. Ja. En het verbaasde mij ook dat ze hem niet bij de auditcommissievergadering wilden hebben. Oké. Okay. Weet u waarom dat was? Dat ze hem niet bij die vergadering zelf wilden hebben? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik kan me ook voorstellen dat ze eerst wilden vergaderen en dachten van nou ja, we zullen onze vragen en onze opmerkingen met die accountant bespreken. Maar waar het mij om gaat is dat in uw stijl van leidinggever dat u zegt van nou, prima dat ze het doen. Dat moet kunnen. Absoluut. Oké. Nou, dan gaan we even naar december 2008. Dan legt u de begroting voor 2009, legt u ter besluitvorming voor aan de Raad van Toezicht. Ja. En dan worden er vanuit die raad worden er twijfels geuit over de risicobeheersing. En zegt de raad, ja, wij vinden toch wel dat er nog wat onzekerheden in de begroting zitten. Onder andere over die rivierenwijk en de tunnel. En toen is ook gesproken over die aanlegkosten van de Amstellaan. En de vraag is eigenlijk, was dit gesprek met de Raad van Toezicht voor u een signaal dat het toch linkersoep was met die Amstellaan? Nee. Dat er echt wel grote risico's in die begroting zaten? Nee. Nee? Nee, wat volgens mij aan de orde was, was dat ik vrij snel na het uitbreken van de kredietcrisis aangegeven heb dat het effect kon hebben op onze vastgoedontwikkeling en ook Rivierenwijk. Ja. Daarmee is, ondertussen zijn we de begroting gaan maken, maar we hadden wel degelijk vraagtekens over van wat zijn dan de bandbreedtes waarbinnen wij moeten gaan denken als. Nou, dat heeft er toe geleid. En dat was ook trouwens een periode dat ongeveer elke week de CPB-cijfers veranderen.
De toekomstverwachtingen van het CPB en het CPB-cijfers waren wel belangrijk als input voor onze begroting en de bepaling van de bedrijfswaarde. Toen daar zijn dus Rivierenwijk genoemd, want dat hadden we zelf al genoemd. Terecht dat de Raad van Toezicht dat ook overgenomen heeft. En we hebben toen afgesproken dat we de begroting voorleggen, dat we vragen om goed te keuren en dat wij een evaluatie van die begroting in het eerste kwartaal van 2009 zouden doen. En dat hebben we ook gedaan. En die is in maart aan de Raad van Toezicht voorgelegd en alsnog ongewijzigd is die begroting verder goedgekeurd. Ja, want ik kan u wel verklappen waarom we het vragen. Die auditcommissie die heeft haar werk goed gedaan en die hebben natuurlijk de Raad van Toezicht gevoed en die hebben met name gezegd over die begroting. Die aanlegkosten die zijn wel heel onzeker van die laan. En het is ook nog maar de vraag of er Europees, hoe dat zit met die Europese aanbesteding. Daar zitten ook heel veel onzekerheden in. En dat heb je natuurlijk niet zomaar in de hand. Volgens mij heb ik dat allemaal niet in de notulen teruggelezen. Dus dat is andere informatie die verstrekt, maar is niet besproken. Niet besproken toen? Nee. Okay. Nou, uiteindelijk zegt u samen met die Raad van Toezicht, we moeten het toch nog eens beter bekijken allemaal. En we gaan het accountantskantoor die begroting nog eens even door laten lichten aan de hand van de parameters. En u geeft dan opdracht, u levert ook die parameters aan. En in de tussentijd, hebben wij begrepen, zijn die parameters veranderd. En de Raad van Toezicht zegt, wij weten van niks. Dat heeft Teube op eigen houtje gedaan. En de vraag is of dat zo is. En als het zo is, waarom dat zo is. Nou, twee dingen. A, was niet accountskantoor, maar het was Deloitte Management Support. Die we daarvoor gevraagd hebben. Maar het is niet een accountskantoor. Jullie hadden een ander accountantskantoor. Wel de PwC als accountant. Ja, en later is dat, maar dat was na uw tijd, is het Deloitte en, geworden. Ja. Wat er aan parameters in de begroting zit ook als parameters in de jaarrekening. En die zijn niet gewijzigd. Niet gewijzigd. Okay. Ik weet in ieder geval van geen wijziging. Nee. Dus voor mij zijn ze niet gewijzigd. Oké. Okay. Nou, het is wat wij hebben meegekregen, maar we zullen vanmiddag meneer Kemperman daar nog eens nader over aan de tand voelen. Goed, de Raad van Toezicht die praat ook wel met u over hoe die wisselwerking is. En dan hebben wij begrepen dat er toch wel wordt gezegd van ja, je gebruikt ons onvoldoende als klankbord. Dat is dan weer die interactie. En dat ze te veel in een controlerende, in een boekhoudrol zitten. En de vraag is of u zich door die kritiek aangesproken voelde. Ik heb die kritiek, die kwam in maart. Ik heb daar toen niet op gereageerd. Behalve omdat ik gezegd heb, ik laat dat op me inwerken en ik kom daarop terug. Ja. Ik heb daar goed over nagedacht. Ik wilde daar de volgende vergadering op terugkomen. Dat was de vergadering in mei, waarin de goedkeuring van de jaarrekening aan de orde was. Maar er waren slechts 3 van de 5 Raad van Toezichtleden aanwezig. Dus dat heb ik op dat moment niet gedaan. De volgende vergadering was in juli. En toen heb ik mijn beelden over de Raad van Toezicht met hun gedeeld, omdat dat voor mij ook verklaart van hoe ik op hun reageer en zij ongetwijfeld daarmee op mij reageren. En die beelden die hadden te maken met dossierkennis, aanwezigheid tijdens vergaderingen en de dingen die ik net ook genoemd heb. Ergernissen, ja. Nou, ergernissen, maar ja, ook ergernissen, maar ook mijn beelden daarover. En dat zijn mijn beelden. En ongetwijfeld beleven zij die anders. Maar dat was ook mijn uitnodiging om daarover te praten in de context van de toekomst van Rentree. Helaas heeft de Raad van Toezicht dat vertaald door niet meer te praten met mij en mij afscheid van mij te nemen. Ja. Maar die zijn dus nooit in gesprek gegaan, helaas. Okay. Maar is de conclusie juist dat er te weinig gespart werd? Dat is wat ik u net aangeef. Ja, ze zijn niet de sparringpartner gebleken die ik gewenst had. Die u had gehoopt. Ja, oké. Okay. Nou, we hebben het net wel even over dat B1-oordeel gehad. Hè. In het voorjaar van 2009 dan komt er eerst een voorlopig B1-oordeel. Heeft u dat nieuws met de Raad van Toezicht besproken?
Ik heb, omdat we in gesprek waren met het Centraal Fonds, heb ik uiteindelijk het oordeel van augustus daar heb ik ze over geïnformeerd en die brief hebben ze ook. U zegt uiteindelijk, wat voor prijs zit er dan nog tussen? Nou, wij waren in gesprek met het Centraal Fonds over dat het Centraal Fonds naar aanleiding van de kredietcrisis ook haar beoordelingscriteria aanpaste. Zij, jullie doen net alsof wij geen risicomanagement daarin doen, nee. Hè, want voor ons speelt dat ook. Maar dit is zoals het bij wijze van spreken elk jaar gebeurde, is dat je eerst in gesprek bent en pas er uiteindelijk een oordeel komt. En dan er is geen... Maar proef ik het nou goed dat er een voorlopig B1-oordeel komt, dat u denkt van nou ja, ik moet er nog even op kouwen, ik moet nog even mijn tegencommentaar geven en pas als het dadelijk definitief is, dan meld ik het aan die Raad van Toezicht? Of nee. Heeft u al op het moment dat het voorlopig oordeel kwam, want u gebruikt de term uiteindelijk, maar ja, er kan een dag tussen zitten, er kan een paar maanden tussen nee, zitten. Nee, maar kijk, op het moment dat er oordeel er is, dan is dat ook duidelijk en dan wordt er ook echt over geïnformeerd. De andere is nog werk onderweg en wij hadden elk jaar overleg over waar gaat het oordeel naartoe. Dus, ja. Maar we informeerden pas op het moment dat het er ook echt was. Punt. Maar u bent de meester om dat niet concreet te benoemen. Hoeveel tijd zat er nou tussen toen dat u dat hoorde? Was dat een kwestie van enkele dagen of was dat een kwestie van enkele maanden? Nou, ik in augustus is het definitief oordeel gekomen. Volgens mij hebben we nog vlak daarvoor heb ik ook een gesprek gehad met de accountmanager van het Centraal Fonds. Dat zal maar niet... in het voorjaar was al het voorlopig oordeel? Nee. Niet? Wanneer komt het voorlopig oordeel dan? Nou, daar gaan we een paar maanden overheen. Want 1 februari worden de cijfers ingeleverd. Oké. Nou, we houden erover op. U had gesprek met het Waarborgfonds. U zei al van ik was nog in onderhandeling. En informeert u dan ook de Raad van Toezicht over die gesprekken met het Waarborgfonds? Ja. Achteraf of in de loop van dat u er nog mee bezig bent? Ook als ik bezig ben in de vergadering en buiten de vergadering hebben we het er gewoon over gehad dat we met het Waarborgfonds in gesprek waren. Ja. Okay. Want met name Kemperman, die vertrouwde het op een gegeven moment niet meer en die is zelf met het Waarborgfonds gaan bellen. En hij nou ja, was misschien 5 minuten in gesprek en toen zei het Waarborgfonds al, jullie staan op de, ik zeg met mijn eigen woorden, zwarte lijst, maar jullie zaten in het rode mapje. En dat was niet best. Dus hij schrok zich eigen wezenloos. Ik weet niet wanneer Kemperman met Waarborgfonds gesproken heb, maar wat ik uit mijn beleving is dat al nadat zij afscheid van mij genomen hadden. Okay. Mentaal in dus ieder niet geval. In de tijd dat u al vertelde dat u ermee bezig was? Nee. Okay. Nou, we zullen dat uitzoeken. Nou, op 17 september 2009 besluit de Raad van Toezicht om een tweede bestuurder aan te stellen, de heer Bloembergen. En het zou een soort tweemanschap zijn. En dat was eigenlijk al van tevoren met u besproken in de zomer. Maar u was het daar eigenlijk niet mee eens. Wat was nou de reden van de Raad van Toezicht om dit te doen? Wat hebben ze daar tegen u over gezegd? Ik vind hem uitermate interessant dat u zegt 17 september dat ze dat besloten hebben om de heer Bloembergen naast mij te benoemen. Ja. Dat is heel mooi, want volgens mij heb ik 14 september met ze gesproken. En hebben ze mij... dat met de remuneratiecommissie, dus dat was en de voorzitter en een lid. Dat was ongeveer de eerste keer dat we na 7 juli met elkaar ergens over praten. Toen hadden ze besloten om eigenlijk om het te ontslaan, maar om daar een financieel bestuurder naast mij te benoemen. En hoe ik daar tegenaan keek. En dat heb ik even in beraad gehouden en de week erop heb ik gereageerd dat ik daar niet op inging. Nee. Als dat de heer Bloembergen had moeten zijn, zoals u nu zegt, dan is dat wel interessant, omdat de heer Bloembergen financiën absoluut niet in zijn rugzak heeft zitten. Nee. Dus, maar goed, ik wist zijn naam niet en ik heb pas later van hem gehoord. Okay. Ja, het een hoeft het ander niet uit te sluiten, want de Raad van Toezicht kwam ook wel eens een keer bij elkaar als u er niet bij was. Dus het kan best zijn dat ze dat dan toch later echt zo expliciet hebben gemaakt. Maar wat was nou de echte reden? Wat hebben ze tegen u gezegd? Waarom waren ze niet tevreden over u? Waarom wilden ze u ontslaan?
Ik kan maar of anders iemand naast u zetten. Nee, wat ik zeg, ze wilde een financieel bestuurder naast mij benoemen, maar ik kan maar één reden bedenken. Is dat ik met mijn beelden over de Raad van Toezicht een paar ego's heel hard geraakt heb. Want anders blijf je wel in gesprek met elkaar en dan heb je het juist over die dingen waar het over zou moeten gaan. Ja, maar en dat is niet gebeurd. Maar ik hoor u zeggen, ik kan maar één ding bedenken, maar u bent ook wel zo slim en zo eager en zo ambitieus dat ik me kan voorstellen dat als zij tegen u zeggen, nou ja, we gaan een financiële man naast u benoemen, dat u zegt, hoezo? Hoezo een financiële man naast mij? Ik heb aangegeven dat ik dat in beraad gehad heb. Ik ben daar toen niet verder op ingegaan. Ik heb aangegeven dat ik dat dus ook dat ik daar niet mee akkoord ging, omdat dat ook een uitholling van mijn eigen ja, natuurlijk. Maar kijk, ik kan me voorstellen dat u zich over zo'n vraag of over zo'n opmerking van de Raad van Commissarissen of Toezicht wil beraden. Maar als je wil beraden, wil je toch informatie hebben. Dan zeg je toch van, hoezo een financiële man naast mij? Ik bedoel, ik ben Teuben, ik doe het goed. En toch? Nou, ze hebben mij niet aan kunnen geven waar de financiële problematiek zat. Nee. En dat hebben ze later dus in feite ook bevestigd door meneer Bloemberg zonder financiële kennis aan te stellen als interim bestuurder. Dus daar zaten dus de problemen niet. Oké. Okay. Ander punt wat mogelijk een rol speelde, maar we hebben dat uit de kranten, uit de Stentor. Daar stond in dat u bent geschorst omdat u de Raad van Toezicht heeft geweigerd om inzage te geven in de financiële huishouding. En de vraag is of dat klopt. Heeft u dat geweigerd? Nee, tuurlijk niet. Nee. Oké. Okay. Ja, wij moeten het van u horen. Ja, nee, dat snap ik. Maar goed, nee. Uit de krant erin fietsen. Nee. Oké. Okay. Nou, op 26 oktober wordt u dan geschorst in 2009 door de Raad van Toezicht. Wat was nou de directe aanleiding? Dat u niet met een tweede bestuurder wilde samenwerken? Of was het toch iets anders? Nee, volgens mij staat er in die brief waarin dat besluit, dat voorgenomen besluit staat, staat dat er niet in. Nee. Maar ze komen daarin terug op een aantal zaken waarin ik toelichting gevraagd heb hoe ze dat zien, omdat ik dat wel graag wil weten. Waar praten we dan over? We zijn tot halverwege de brief gekomen ongeveer. En ze hebben mij geen afdoende antwoord daarop kunnen geven. Toen was het klaar? Nou, in ieder geval was de emotie aan de andere kant vrij hoog. Want ging u dat gesprek nog in met het idee van, nou oké, okay, we gaan eruit komen samen? Ik heb elke keer aangegeven, en ook in dat gesprek, dat ik daarover in gesprek wilde en ook met mediation wilde doen. En dat is categorisch afgewezen. Okay. Nou, we gaan straks nog even terugblikken op uw periode bij Rantree. En misschien dat we nog samen lessen uit dingen kunnen trekken, maar ik kijk even naar mijn collega Hartje. Dat hij nog andere vragen heeft. Allereerst, Rantree is een corporatie met 4200 woningen, twee holdings en 7 BV's. Mijn collega Oskamp heeft daar vragen over gesteld, over die constructie van die BV's. En ik hoor u eigenlijk alleen maar aangeven dat het goed werkte. Zag u daar geen enkel nadeel in die constructie? Nee. Geen enkel nadeel? Nee. Nee. Oké, okay. Dan wilt u het ook bijhouden, begrijp ik. Daarnaast gaf u antwoord op vragen over het Centraal Fonds, de financiële toezichthouder die met dat B1-oordeel komt. Het oordeel dat de activiteiten die Rantree wilde gaan doen, dat die niet passen bij haar financiële positie. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En uw antwoord was, dat B1-oordeel kregen wij vanwege de macro-economische ontwikkelingen. Is dat niet te makkelijk? Ik heb de tekst van het Centraal Fonds niet opgeschreven, maar het staat laatste linia, pagina 1 van het continuïteitsoordeel, waarbij aangegeven wordt dat zij ons wel degelijk in staat achter om zonder die macro-economische ontwikkelingen de toekomst in te gaan en de projecten te realiseren. Dus ik kan niet anders dan uitleggen dat het daar wel mee te maken had. En natuurlijk waren wij bezig met ons eigen risicomanagement en temporiseren en kijken van welke projecten
wel op welk moment en welke eventueel wat later en noem maar op. Dus we waren daar wel degelijk in dat jaar ook mee bezig. En dat is op het moment dat ik vertrok bij Rentree, waren we daar volop mee bezig, omdat we ook de nieuwe begroting aan het maken waren. Als we het hebben over die macro-economische ontwikkelingen, waarvan u zegt, het Centraal Fonds zegt dat zelf ook in haar brief. Ja. In die periode ging het om 8% van de corporaties die vanwege macro-economische ontwikkelingen, de crisis dus, in de problemen zijn geraakt. Waarom behoorde u tot die 8% en niet tot die 92%? Ik denk omdat wij vrij ambitieus waren in onze investeringsdoelstellingen. Onze collega Boombedrijf Iedereen was trouwens ook een B1-corporatie en die hebben dat zonder hulp verder. Zijn ze ook weer een A-corporatie geworden. Omdat ze ook daarin precies hetzelfde. Grote investeringsdoelstellingen in Deventer. Deventer vraagt ook wat. Laten we het bij Rentree houden, uw eigen corporatie. Ja, maar goed, u noemt u zelf net 8% van de corporaties. Ja. Maar u behoorde met Rentree tot die 8%. En ja. U zegt de reden daarvoor is, onze ambitie was erg hoog. In context ook van macro-economische ontwikkelingen, ja. Dus uw ambitie was groter dan eigenlijk wat u aan financiële draagkracht als corporatie had? Nee, maar dan ambitie dan gezien in de tijd. Ik bedoel, als je niet in 2010 100 woningen ontwikkelt, maar in 2015, dan ziet het er al anders uit. Dus je kan zeggen van, als wij elk jaar 400 woningen, ik noem even een dwarsstraat, hè, want het is niet realistisch voor de entree om elk jaar 400 woningen te doen. Maar als je 400 woningen zou doen, dan kan je ook zeggen van, oké, als stel dat wij nou teruggaan naar 250 of 275 woningen. Wat is dan het effect op onze investeringskracht? U krijgt dat B1-oordeel toch niet voor niks? Het is toch juist omdat de plannen die Rentree heeft, de ambitie die Rentree, die u als directeur-bestuurder heeft, dat die niet stroken met uw financiële uitgangspositie? Dat is toch simpel gezegd wat er aan de hand is? Dat is precies wat ik net zei, is dat ze lopen de rit. En terecht, hè? Maar ik zeg niet dat het onterecht is, maar wel de beoordelingscriteria gewijzigd hebben. Terwijl wij ondertussen ook zeiden in die ambities, hey, pas op de plaats, want geen investeringen als er geen financiering is. Dus je kan niet het een vergeten en dan alleen naar het ander kijken. Wij deden ook wat. En al die projecten die werden opnieuw bekeken. Ja. Hoe kijkt u nu naar die ambitie? Want als ik u zo beluister, dan is het voor u de normale gang van zaken. Terwijl je krijgt zo'n BE-oordeel niet voor niks. Is die balans er echt geweest bij Rentree om die ambitie vast te blijven houden terwijl je financiële positie een andere is? Ja, dus wij moesten wat langzamer. Gas terugnemen. Ja, absoluut. Ja. Nou, en dat was ook, daar waren we mee bezig. Wat was uw aandeel daarin? Het feit dat de gas eigenlijk iets te hard werd ingedrukt? Nou, ik denk dat je ambitie moet hebben en dat je ondertussen gaat kijken wat is dan ook realistisch. En je kan het ook zeggen van ik heb geen ambitie en dan zien we wel wat er op ons afkomt. Ik denk nee, het is anders. En natuurlijk moet je met veranderende omstandigheden rekening houden en daar moet je ook wat mee. Maar het is niet alleen zo, ja, dat is filosofisch misschien, maar dat je moet reageren op de veranderende omstandigheden. Want wij zijn de enige diersoort die de omstandigheden kunnen veranderen in principe. Laat het even concreet maken. Want ik heb hier het verslag van het auditcommissie van 1 december 2008 voor mijn neus. Waarin de begroting van 2009 wordt besproken. En daar komt ook de Rivierenwijk aan bod. Ook uitgebreid de Amsterlaan. En waarbij echt letterlijk staat dat de aanlegkosten van de Amsterlaan en de zekerheid of de woningen eromheen gebouwd kunnen worden, dat toch wel grote risico's met zich meebracht. Dat staat dus los van de kredietcrisis. Dat heeft dus gewoon te maken met het feit, er ligt een ambitie en het risicomanagement, daar moet je nog wel behoorlijk bovenop zitten. Dat klopt. Je moet ook op risicomanagement, daar moet je ook bovenop zitten. Ja. Ik heb ook niet gezegd dat dat niet zo was, volgens mij. Nee, maar ik wil dat. Daar maak ik ook die koppeling met het maar feit met dat. Maar op dat moment was kredietcrisis wel uitgebroken. Ja, maar bij Rentree speelt dus met name ook dus dat die ambitie er ook echt lag om het te doen en dat het tijd werd om gas terug te nemen. Dat die bewustwording die was er uiteindelijk is gekomen. Die was er al, want dat heb ik toen al aangegeven. En ook in de Tweede Kamer zijn daar vragen over gesteld van wat houdt Rentree zich in zijn hoofd ongeveer om plannen te temporiseren.
Dat mag niet ten koste gaan van. Ja, daar was u het wel mee eens. Ik was het niet met die opmerking eens, maar ik was het wel eens met het feit dat wij gas terugnamen. Kunt u dan uitleggen waarom u het niet met die opmerking eens bent? Want u bent wel eens met de conclusie dat er gas teruggenomen moet. Nee, de opmerking van de Tweede Kamer was dat er juist geen gas teruggenomen moest worden, in mijn ogen, in mijn beleving. In uw beleving? Daar was ik het niet mee eens. Volgens mij moet je altijd kijken naar omgeving en wat je mogelijkheden zijn. En als de omgevingsontwikkelingen effect hebben op wat je mogelijkheden zijn, dan moet je daar ook naar handelen. Ik kijk naar mijn collega. Ja. Dan gaan we even de laatste ronde in. Ik kom nog heel even terug op die parameters, hè, en het onderzoek van Deloitte. Want u zei daarover, die parameters zijn in de tussentijd niet veranderd. Nou zoeken wij alles na wat u zegt. En nou hebben we het rapport van Deloitte erbij gepakt. En er staat, bij aanvang van ons onderzoek in februari jongsleden is door de heren E.J. Nijmeijer en H. Vlasblom van uw organisatie, lees Rentree, aangegeven dat ten opzichte van de genoemde parameters in de bedrijfsbegroting een update heeft plaatsgevonden, waarbij rekening is gehouden met de actuele marktomstandigheden. Deze update van parameters zal worden toegepast in de bijgestelde bedrijfsbegroting, bla bla bla. Dus hieruit blijkt dat die parameters wel zijn aangepast of geüpdate. En de vraag is, wie is daar verantwoordelijk voor? Dat was ik kwijt, maar de afspraak met de Raad van Toezicht was dat wij de laatst bekende CPB-cijfers zouden gebruiken. Dus ik plaats het alleen in die context dat de CPB-cijfers gewijzigd zijn en dat die meegenomen zijn in die update. Oké, maar als ik dit nu voorhoud, dan zegt u het is wel dan veranderd, maar op basis van wat die Nijmeijer en Vlasblom hebben gegeven. Mijn vraag is dan toch nog, omdat u het zich net niet kon herinneren, heeft u dan wel dat tegen de Raad van Toezicht gezegd? Dat was op basis van de afspraak die we met de Raad van Toezicht gemaakt hadden. Omdat wat ik net aangaf, die CPB-cijfers bij wijze van spreken elke week veranderden, is er gezegd van dan hanteerden ook de laatst bekende. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat in die context, en dat moet in die context geweest zijn, ook zo aangepast is. Goed. Dus in uw beleving is het zo dat de Raad van Toezicht steeds wist dat het wel geüpdate werd? Ja, op basis van de afspraken die wij onderling gemaakt hadden. Ja. Oké, nou, dat wilden we even weten. Kort nadat u geschorst bent, krijgt Rentree twee aanwijzingen. Dan kunt u zeggen, ja, dat was na mijn tijd, maar dat had wel ook met de geschiedenis daarvoor te maken. En de minister zegt twee dingen eigenlijk. Rentree moet de financiële situatie bijstellen, aanpakken. En de andere aanwijzing is om een soort herstelplan te maken of een herontwikkeling van het plan aan de Amstelaan, omdat het anders allemaal verkeerd dreigt te gaan. En er komt ook een extern toezichthouder, Ton Lensen. En Rentree die maakt de balans op en zij kiezen ervoor om u civielrechtelijk aansprakelijk te stellen voor de door hun geleden schade. Dan is mijn vraag, we hebben het over uw rol gehad, komen we straks nog heel even op terug. Verwijt u nog iemand anders iets? Bijvoorbeeld het Centraal Fonds of het ministerie? En zo ja, wat? Ik was me niet bewust dat ik in de verwijtensfeer hier bezig was. Volgens mij probeerde nee, ik... Nee, u verwijt u anderen ook nog iets? Nee, dat is niet zo. Dus ik was niet in de verwijten bezig volgens mij, maar ik probeer toe te lichten hoe het allemaal was. Maar het is gewoon een nieuwe vraag. U heeft verteld over hoe u erin zat en hoe die interactie was met de Raad van Toezicht. Maar mijn vraag is, u wordt aansprakelijk gesteld. En ik kan me zo voorstellen dat u denkt, nou ja, dat is een lekker verhaal. Ik was wel de directeur, maar het ministerie heeft zitten suffen en het Centraal Fonds heeft dit gedaan. Ik wil u niks in de mond leggen, maar het is meer, als u naar anderen kijkt, denkt u, die hebben boter op hun hoofd. Of denkt u dat niet? Er loopt een procedure, zoals u aangaf. Ja. Die beoordeling laat ik graag aan de rechtbank over. Ik heb daar volste vertrouwen in. Ja. En volgens mij spelen die andere dingen daar allemaal niet, die u net noemt. Oké, dus u heeft verder op dit moment geen verwijten aan het Waarborgfonds, het Centraal Fonds of wie dan ook? Nee. Oké. Nou, over uw eigen rol hebben we het al uitvoerig gehad. Nou bent u een paar jaar weg bij Rentree, u heeft erover na kunnen denken, u zit in de procedure, u heeft alles opgeschreven met uw advocaat, ook uw eigen verweren. Wat is nou voor uzelf de belangrijkste les? Want u was heel ambitieus met Rentree, maar wat heeft u er nou van geleerd? En wat kan de sector daarvan leren? Ik heb er inderdaad wel een paar jaar over na kunnen denken.
Een paar dingen. Als we het over raventoezicht hebben, die wou ik maar als eerste. Ik heb twee dingen. Raventoezicht doet aan zelfevaluatie. Ik heb een keer een aanbeveling gedaan, maar dat doe ik nogmaals. Dat die begeleid zou moeten worden door een geaccrediteerde derde. Die daarover verslag uitbrengt aan het ministerie, de toezichthouder. Maar dat uit het onder ons verhaal komt. Andere is dat in de besluitvorming van investeringsprojecten, bijvoorbeeld maar in besluitvorming, daar spelen een hele hoop rationele argumenten en risico's en die schrijven allemaal op. En ik denk dat het goed zou zijn om ook andere omgevingsfactoren en ontwikkelingen, en dat is heel lastig misschien, ook op te schrijven. Dingen die wel dus in je hoofd zitten. Maar hoe stond de wereld ervoor in 2008, toen wij Schalkhaar... hoe was er net een nieuw kabinet gekomen? Wat waren de doelstellingen? En dat soort dingen, maar dat schrijf je niet op. Maar ik denk dat het in besluitvorming, dat in die fase ook op te schrijven, ook om zeg maar, de context achteraf ook weer te kunnen duiden. Dus wat in je hoofd zit, dat moet transparant worden eigenlijk. Ja, en ja, ook in de hoofden van anderen, denk ik misschien wel, als dat kan. Terwijl, we hebben het niet over die macro-ontwikkelingen buiten ons of buiten Deventer of zo. Maar die spelen we wel degelijk mee. En volgens mij maakt dat een beoordeling achteraf ook veel transparanter. Precies. En daarbij speelt natuurlijk een rol dat als je beter of meer kan sparren met je Raad van Toezicht, of misschien alleen al met de voorzitter van de Raad van Toezicht, dat je al een stuk verder bent. Dat speelt altijd, denk ik. En, want dan betekent het ook dat je nog meer zeg maar, toetsing krijgt op hoe verandert deze maatschappij. En dat zou alleen maar presteren van een corporatie ten goede komen. Goed. Nou, het begon met mooie plannen en mooie intenties. En het heeft ook wel schade opgeleverd, wat daar ook van zei, want het is allemaal onder de rechter. Mijn laatste vraag aan u is van, heeft u ergens spijt van? Zijn er dingen waarvan u zegt, van, nou, dat had ik echt heel anders moeten doen? Of dat heb ik gewoon verkeerd ingeschat? Ik heb geen spijt over de manier van besluitvormen, over de besluitvorming zelf. Wat ik wel heel vervelend vind, is, ik heb er zelf ook last van, de organisatie heeft er last van gehad, maar dat het ook voor bewoners, en met name de toon die gezet is vanaf het moment dat ik kon vertrekken, dat heeft ook impact gehad op bewoners. En dat doet mij heel veel pijn. Heeft u wel eens met bewoners nog erover gesproken? Dat ze zeiden... Ik heb nog af en aan met mensen contact. Niet met veel, omdat het in mijn beleving ook... je moet daar ook afscheid van nemen, want ze moeten door met wat er nu zit. Dus ja, maar goed, ik vind dat heel, heel spijtig en doet mij verdriet. Dank u wel. Dank meneer Oskam en mevrouw Hashi. Meneer Teuben, wij naderen het einde van dit openbaar verhoor. In de jaren dat u directievoorzitter was of directeur-bestuurder van Rondtree, wie had het toen echt voor het zeggen bij die organisatie? Ik denk de doelstellingen, de maatschappelijke doelstellingen, die hebben het echt voor het zeggen. Mijn overtuiging is dat Rentree slechts een middel is om dat te bereiken. Dat de bestuurder daar een rol in heeft, maar dat die ook dienend is aan die doelen en de Raad van Toezicht ook. En ik weet dat het niet een antwoord is op van is nou de Raad van Toezicht of de bestuurder de baas enzovoort. Maar ik vind dat de doelstellingen leidend zijn en dat die het eigenlijk voor het zeggen. We hoorden al eerder van meneer Zwarts dat een sterk bestuurder ook een sterke baas verdient. U was een sterk bestuurder, hebben we de indruk. In de zin van dat u echt wel de baas was bij Rondtree. Daarna bent u ontslagen. Uiteindelijk is er in de boeken van Rondtree 67 miljoen euro afgeboekt.
Heeft u het dan goed gedaan, vindt u? Ik heb het gedaan binnen de mogelijkheden die ik had. Ik denk dat die 67,4 miljoen een vertekening is. Dat, om wat voor reden, maar dat is een vertekening. Dat is, als we het hebben over waardering. En u heeft een week geleden heeft u Arnoud Vlak hier gehad, die het ook heeft gehad over waardering. Bedrijfswaarde heeft alles te maken met beleidsuitgangspunten. 380 corporaties hebben 380 verschillende sets van beleidsuitgangspunten. Dus dat geeft per definitie niet vergelijkbare uitkomsten. Wat er afgeboekt is, is met name, dat zijn andere inzichten en is ander beleid geweest. Dat is zelfs gedaan met terugwerkende kracht, hè, naar het jaar 2008. Ik heb begrepen van de vertrokken accountant dat de AFM dan ook in actie komt om te kijken, heb je wel terecht een goedkeurende verklaring afgegeven? En hij heeft mij verteld dat de AFM daar ook geconstateerd heeft dat het terecht was. Mede trouwens op basis van de kwaliteit van de besluitvormingsdossiers, onder andere zoals Schalkhaai. Dus ja, je kan op een andere manier naar waardering kijken. En elke organisatie heeft het recht om dat op die manier te doen. Ik vind wel heel vervelend dat dat mij aangevreven wordt, want dat is niet terecht. Het zijn andere inzichten en het zijn andere keuzes. En dat zijn niet de keuzes die wij in 4-5 jaar in een consistente gedragslijn, zeg maar, gemaakt hebben. Ook die Raad van Toezicht niet, die er toen bij zat. Ik denk dat het zo voldoende is. Meneer Teube, dank u. Ik sluit deze vergadering. Dank u wel.